Dames en heren, heel hartelijk welkom hier in het Lauwman Museum. En als eerste zou ik willen zeggen dat we ontzettend blij zijn dat we hier toch wel in de, laten we zeggen, de huiskamer van de mobiliteit te gast mogen zijn. Dus een groot woord van dank aan de heer Evert Lauwman, die ook vandaag in ons midden is, dat we hier vandaag te gast mogen zijn. Welkom bij de eerste activiteit die plaatsvindt in het kader van 125 jaar KNAK, onze 25e lustrum. En een speciaal welkom ook aan onze sprekers en ook aan iedereen die via de livestream met ons meekijkt. En natuurlijk ook een warm welkom aan onze ereleden. Ik heb er al enkele gespot. Onze leden van verdiensten. En het is natuurlijk toch belangrijk als je zo'n club bent vol traditie, dat je ook die mensen die zo belangrijk zijn geweest in het verleden voor onze club, dat we die in ere houden. Voor een ieder die mij niet kent, mijn naam is Wouter Kolff, voorzitter van de KNAK sinds 5,5 jaar. En niet een gewone voorzitter, maar een heel trotse voorzitter. Want onze club bestaat 125 jaar en in die 125 jaar heeft de KNAK zich altijd ingezet voor de belangen van de automobilist. En soms worden we wel eens geduid als een club van liefhebbers van klassiekers. Dat is natuurlijk ook zo, maar we zijn ook echt een club die zich bezighoudt met automobiliteit van de toekomst. En dat blijkt vandaag denk ik ook tijdens dit symposium. En in die 125 jaar is er natuurlijk heel erg veel veranderd, maar opvallend genoeg is er ook best veel hetzelfde gebleven. Een voorbeeld daarvan is de prachtige beker die hier op het podium staat. Een auto uit 1908 heb ik me laten vertellen toen de KNAK het tweede lustrum vierde. En deze auto is full electric, kan 100 kilometer rijden als die opgeladen is met een topsnelheid van 30 kilometer per uur. In zoverre de automobiliteit van de toekomst ook uit het verleden. Dames en heren, de zorg over milieu en leefbaarheid is natuurlijk ook hetzelfde gebleven, of misschien wel in sterkte toegenomen. Bij de komst van de auto vormden milieuproblemen een belangrijke reden om over auto's na te denken. En niet als probleem, maar juist als oplossing voor een nijpend milieuprobleem. Met paard en wagen als belangrijkste modaliteit in steden nam de hoeveelheid mest van paarden enorm toe. Misschien wel de basis van het huidige stikstofprobleem. De automobiel was daar op dat moment een innovatieve en technologische oplossing voor. En ook woedde er destijds al een stevige discussie over de beste aandrijfvorm. Elektrische auto's, auto's met verbrandingsmotoren, stroomauto's, stoomauto's streden om de gunst van de automobilist. Dames en heren, al die verschillende types zijn hier overigens in dit museum, in dit prachtige museum, ook zichtbaar. En daar kunt u wellicht ook vandaag nog op uw gemak naar kijken. Maar nu, 125 jaar later, zien we opnieuw discussie over de aandrijving van de auto. Uitstoot van de verbrandingsmotor heeft impact op leefbaarheid, op klimaat. En daarnaast is ook de hoeveelheid fossiele brandstof niet onuitputtelijk. En redenen waarom de energietransitie hoog op de agenda en ook op de politieke agenda staat. En wat daarbij opvalt is dat de automobilist in de discussie zelf vaak niet aan bod komt. Er wordt veel en vaak gesproken over techniek en over de beïnvloeding van de model split. En er is nog vrij weinig aandacht voor de consument op systeemniveau. En wat zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om tegemoet te komen aan de wensen en de eisen van de gebruiker? Het is immers het individu die zijn gedrag moet aanpassen. En om die omissie in te vullen pakt de KNAK ook nu haar rol en laat zien dat het ook een vooruitstrevende club is met toekomst. En tijdens deze middag willen we samen met u en met een aantal deskundigen kijken op welke manier we de voor ons liggende uitdagingen kunnen aanpakken. En ik wil heel graag iemand introduceren die dat gesprek hierover op een heel goede manier kan leiden. We zullen hem introduceren als een echte petrolhead, BNR Anchorman en vriend van de KNAK. Hij vond het zelf een nog wat nederige titel, vriend van de KNAK. Hij is al 37 jaar lid van onze club. Heel graag een warm applaus, dames en heren, voor Bas van Werven. Dames en heren, dankjewel Wouter voor deze mooie woorden. Ja, laten we eerst eens even beginnen met wat gaan wij vanmiddag doen met elkaar. Wouter heeft een klein beetje
een tipje van de sluier opgelicht. Ik loop heel kort het programma met u door. We gaan zo meteen stellingen aan u voorleggen. Dat doen we met Mentimeter. Ik ga zo vertellen hoe dat werkt. Heeft u allemaal een mobiele telefoon? Ik zie wat gefilmd worden, dus dat moet lukken. We gaan daarna een gastspreker ontvangen. Petrusja Werter, directeur duurzame mobiliteit van INW. Dan gaan wij een forumdiscussie in met vier vooraanstaande heren. Het zijn eigenlijk wel allemaal heren, zoals u ziet. Daar konden we niet veel aan doen, maar dames ook uitgenodigd om hier ook een mening over te vormen. Een pauze, daarna hebben we studenten, dan wel een dame, TU Eindhoven. Dan gaat het over e-racing. Gastspreker, laatste gastspreker, is de oud-directeur der AWB. Maar tegenwoordig is hij in het kamp van de duivel getrokken. Zo zeggen bepaalde mensen, Frits van Brug. Grapje hoor. En dan hebben we nog een rondje stelling, want we willen uiteindelijk ook na die forumdiscussie, na het hele programma van u weten, of u uw mening heeft bijgesteld wellicht. Wouter rond dan af, daarna gaan we borrelen. En dan kan u ook op het plein voorkijken dat we inderdaad en geïnteresseerd in klassieke auto's en in nieuwe techniek, want er staan heel wat mooie auto's. En om daar maar meteen mee af te trappen, wie is hier met zijn elektrische voertuig vingers graag? Zie je, dat zijn er best veel. Wie is er met een hybride auto? Ja, waterstof. 1, 2, 3, 4. Kijk dan, kijk eens. 4 stuks. En wie is er met een klassieker? Ja, dat is ook wel weer mooi. Ja, helemaal goed. Dan hebben we even zo de pijlstok getrokken. Altijd handig. Ik wil u nu vragen, pak uw telefoon. Heel makkelijk. We gaan een kunstje uithalen, dat heet Mentimeter. En daartoe moet u zo meteen uw telefoon richten op een QR-code die daar op het scherm komt. Als u dat doet, dat kunt u met uw foto-appje doen als u zo'n iPhone heeft. Dan kunt u daarop klikken en dan gaat u naar menti.com. En als iedereen dat gelukt is, dat moet lukken, dan gaan we u de eerste stelling voorleggen. En die luidt. Wat voor auto rijdt u nu? Zakelijk, niet voor het plezier, is dat 1. Een auto met verbrandingsmotor, 2. Een auto met batterij-elektrische aandrijving, 3. Een auto met waterstof-elektrische aandrijving of 4. Een plug-in hybride auto. Dan hebben we de harde cijfers ook even. Dit is eigenlijk de vingers, maar dan elektronisch. Nou, zo langzaam komen ze binnen. 60, we wachten nog even af. 64 mensen, 66, 90. Kijk, het gaat goed. Ja, die 4 vingers van die auto met waterstof, er zijn 2 mensen die weten niet hoe een telefoon werkt. Waaronder de directeur van de KNAK. Die zit er nog mee te rommelen. En die is de laatste. Nou, we zien een mooie wolk ontstaan zo. En je ziet nog steeds veel auto's met verbrandingsmotor. 21 stuks met batterij-elektrische aandrijving, de hybrids. Dan de waterstofauto's zijn er 3, maar eigenlijk dus 4. En een plug-in hybrid, maar 3. En nu 4. En dat wordt een beetje meer. Maar zullen we stellen, de verbrandingsmotor wint het op dit moment nog aan alle kanten. Dat is ook niet zo gek als je kijkt naar de penetratie van het elektrische wagenpark in Nederland. Dat is nu 3%. We gaan nu meenemen naar de tweede stelling. En die luidt, wat voor auto denkt u over 10 jaar te zullen rijden? Over 10 jaar, 2033. Dat is 2 jaar voordat er, als het aan Europa ligt, geen verbrandingsmotoren meer verkocht mogen worden, maar rijdt u dan 1 in een auto met verbrandingsmotor, 2 een auto met batterij-elektrische aandrijving, 3 een auto met waterstof-elektrische aandrijving of 4 een plug-in hybrid? Maakt u maar uw keuze. En hier zien we een interessante verschuiving ontstaan. Er zijn nog steeds diehards die met een verbrandingsmotor rijden, maar wellicht e-fuels, SAF, het komt er wellicht aan. Batterij elektrisch, nu prevalent, 41. Ook waterstof, toch wel veel. Meer dan 4. En plug-in hybrid zakt eigenlijk weg. Dat is wel interessant. Dat vind ik een heel interessant dingetje. Daar gaan we het ongetwijfeld over hebben nog. Hebben ze allemaal binnen? Zo'n beetje 100. Ja, nou, u kunt het zien. Dit komt straks weer terug aan het eind. Zoals gezegd, halen we dit nog even naar voren. We gaan naar de derde stelling. En dan mag u daarna gewoon uw telefoon weer opbergen hoor. Vrees niet.
De stelling, die luidt. Op basis waarvan maakt u de keuze voor een andere auto? Als u over die 10 jaar voor die keuze staat, is dat 1. Financieel? Is dat 2. Door milieu, klimatologische redenen ingegeven? Of 3. Het gebruiksgemak? Nou, hier zien we ook weer een mooi beeld. Mensen kennelijk kiezen niet massaal voor die financiële impuls, hoewel een derde, het is niet slecht. Maar gebruiksgemak is heel belangrijk. Kennelijk vinden we dat toch wel heel prettig. Niet in de weer met snoertjes en noem maar op, maar makkelijk die auto kunnen pakken, voldoende actieradius hebben, kunnen rijden en gebruiken wanneer je wil. Dit zegt de consument. Interessant. Dank u wel. U mag even de telefoon opbergen. Komt later vanmiddag weer terug. Want nu gaan we ons afvragen, hoe staat de regering, onze regering nou in die wedstrijd? En die regering heeft zich ook gewoon te voegen naar wat er in Europa gebeurt voor een groot deel. En we kennen de ambities op het gebied van het bereiken van de klimaatdoelstellingen en de inzet om de energietransitie vorm te geven. Er ligt een coalitieakkoord, zoals u weet, dat inmiddels politiek een wat nieuwe dimensie gekregen heeft sinds de provinciale statenverkiezingen vorige week. Maar dit terzijde. We moeten verduurzamen, ook op het gebied van mobiliteit, dat is gewoon een feit. Maar wat betekent dat nou voor u en voor mij in onze dagelijkse mobiliteitsvraag? Maar ook voor onze geliefde hobbyautootje. En daarom geef ik heel graag het woord aan Petrusja Werter, directeur mobiliteit, duurzame mobiliteit moet ik zeggen, van het ministerie van INW. Petrusja. Dankjewel. Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging en ontzettend gefeliciteerd met het 125-jarig jubileum. En ik heb me laten vertellen dat hier liefhebbers zijn van innovatie. De innovatie uit het verleden en ook de innovatie uit de toekomst. En ik denk dat dat is wat ons bindt, want daar ben ik ook ontzettend gepassioneerd over. Mooi om u mee te mogen nemen met waar we vanuit de Rijksoverheid mee bezig zijn. En heel mooi om dat ook te doen op deze locatie. De locatie waar de geschiedenis van de auto vastgelegd wordt en waar we met elkaar kijken naar de toekomst. Wil ik 2 onderwerpen neerzetten. Het ene is waarom zijn we eigenlijk aan het werken aan emissievrije auto's? Hoe doen we dat vanuit de Rijksoverheid, zodat dat wat duidelijker wordt? Er zijn eigenlijk 2 belangrijke redenen waarom we vanuit het Rijk werken aan emissievrije auto's. Dat zijn de klimaatopgaven, nou ja, dat zal iedereen wel bekend zijn. Afgelopen maandag zijn weer de nieuwste cijfers van het IPCC gepresenteerd over de verwachtingen van de opwarming van de aarde. En ook luchtkwaliteit en de effecten op de gezondheid van mensen, die zijn ontzettend belangrijk. Wat is de rol vanuit het Rijk? De rol vanuit het Rijk is om in de gaten te houden hoe we op de beste manier de publieke belangen kunnen borgen. En als het gaat om deze sector, dan gaat dat om bereikbaarheid, zorgen dat iedereen op de goede plek kan komen. Veiligheid natuurlijk is altijd heel erg belangrijk onderwerp bij ons ministerie. De kwaliteit van de leefomgeving en de effecten op het klimaat. Het zijn altijd meer publieke belangen, maar dit zijn denk ik, als het gaat om dit onderwerp, de kernbelangen. En hoe we dat doen is enerzijds duidelijk maken, wat zijn nou die doelen waar we met elkaar aan werken? We halen partijen bij elkaar als we denken van, hoe zullen we dat dan eens aanpakken? We proberen de ruimte te geven, zoveel mogelijk aan partijen die daar de innovaties bij kunnen geven. Wat we zelf kunnen doen is normen stellen, verplichtingen. Die discussie die vindt op dit moment in Europa ook plaats over de normen. Nou, dat is een ontzettende spannende strijd, omdat de Duitsers op het allerlaatste moment hun insteken aan het veranderen zijn. Dus wie weet wat dat nog gaat brengen.
We kunnen beprijzen, dat doen we ook al op dit moment. Er zijn een heleboel fiscale regels, we geven subsidies. En verder kunnen we beprijzen. En dat zijn we aan het voorbereiden met betalen naar gebruik. Niet de eerste keer dat we dat aan het voorbereiden zijn. Wat we proberen zoveel mogelijk om vanuit de overheid geen technologiekeuze te maken. En mijn ervaring is ook, ik werk nu een jaar of 20 aan dit onderwerp, dat het belangrijk is om aan te geven, wat wil je bereiken in die end? Maar het is bijna onmogelijk om dan te voorspellen wie de winnaar wordt. En dat is ook niet de rol van de Rijksoverheid. Wij moeten vooral de ruimte geven om ervoor te zorgen dat iedereen die bijdraagt aan die doelen, dat die ze echt ook kan ontwikkelen en met die opties komen. En iedere 5 jaar zijn er wel weer dingen gebeurd waarvan je denkt van nou, dat had ik nou echt niet verwacht dat dat zo snel zou gaan of op deze manier. Dus dit is ook echt een wat we proberen vast te houden. Daarbij is het natuurlijk wel zo dat er aan verschillende innovaties wordt gewerkt en dat we dat ook ondersteunen vanuit de overheid door daar ook samen met Europa vaak subsidies voor te geven, door als launching customer op te treden. En wat we ook moeten doen, en ik vond het ook mooi al dat we hier ook net op werden uitgedaagd, zorgen dat de maatschappij is voorbereid daarop. En dat is ook echt de vooravond waaraan we staan. Volgens mij is er heel goed en heel hard gewerkt aan het zorgen voor alle nieuwe technologieën. En is het heel belangrijk dat er voor iedereen een manier is om zich duurzaam voor te bewegen in Nederland. En dat is ook de boodschap van onze staatssecretaris Vivianne Heijnen. Die zegt altijd, ik wil dat er voor alle Nederlanders een goed bruikbare manier is om zich duurzaam te verplaatsen. En zij daagt ons ook uit om daar veel meer het gesprek over aan te gaan. Dus ik ben ontzettend geïnteresseerd hoe we dat ook samen met uw vereniging kunnen doen. Nou, om een beetje een indruk te geven, de vele zaken waar we vanuit het ministerie mee bezig zijn. We hebben een convenant voor emissievrije bussen afgesloten, daar zijn we mee bezig. Vanmiddag zit ik om de tafel met partijen om te praten over zero-emissie bouwlogistiek. We zijn met het ministerie van EZK bezig om te zorgen voor laadinfrastructuur, dat die zeker bij de zero-emissiezones voor stadslogistiek er allemaal tijdig is. Nou ja, een veelheid van onderwerpen. En we zetten daarbij voor personenvervoer best in op elektrisch rijden, batterij-elektrisch rijden. Nou, de reden waarom dat is, dit is een plaatje, dit is de minst ingewikkelde die ik zo snel kon vinden, maar hij is nog heel erg. Bovenaan staat het energiegebruik van een batterij-elektrische auto die op windenergie wordt voortgedreven. En dat batterij-elektrische auto komt met dezelfde energie 3 keer zo ver als een auto met een verbrandingsmotor. De alternatieven die daaronder staan, die donkerblauwe, dat zijn allemaal waterstofvarianten die in een waterstofmotor gaan. Die kosten well-to-wheel, van opwekking tot wanneer u rijdt, meer energie. En daaronder staan de synthetische brandstoffen in okergeel en de verschillende biobrandstoffen die in een brandstofmotor gaan. De reden waarom wij elektrische auto's heel aantrekkelijk vinden, batterij-elektrische auto's, is omdat we vinden dat er ook zuinig moet worden omgegaan met de opgewekte duurzame energie. En we verwachten dat er zeker in de eerste jaren echt schaarste zal zijn, dat we misschien zelfs zullen moeten gaan kiezen tussen de verschillende sectoren waar we die energie in kunnen inzetten. En daarom is het belangrijk om daar heel zuinig mee om te gaan. Krijgen natuurlijk vaak ook de discussie, is zo'n elektrische auto wel milieuverantwoord? Nou, daar zijn ontzettend veel verhalen ook over in omloop, soms waar, soms niet waar. En wij vinden het ook belangrijk dat de goede feiten overal te vinden zijn. Daar werken we ook samen met kennispartijen, brancheorganisaties, om te zorgen dat op de websites de goede informatie te vinden is. Bijvoorbeeld over de slijtage van banden en remmen. En het energiegebruik. Dit is hoe het er op het moment voor staat met de ingroei. De onderste, de blauwe lijn, geeft aan hoeveel plug-in hybride auto's er zijn ingegroeid in het wagenpark.
En daarbovenop, die groene lijn, dat zijn de batterij-elektrische auto's. Daar zit echt een oploop in. Wat we ook aan het doen zijn, is, dit is een concept, aan het kijken, als we nou kijken naar het huidige beleid en de verwachte effecten daarvan, hoe ziet dan de brandstofplaster uit in de komende jaren? En dan beginnen we in 2019, helemaal links, en dat loopt door tot 2050. De donkergrijze onderste brok, dat zijn de fossiele brandstoffen, waarvan we weten hoeveel er nu gebruikt wordt. En dat moet nul zijn in 2050. De groene lijn, dat zijn de hernieuwbare brandstoffen, dus de biobrandstoffen die voor personenauto's worden bijgemengd. Het gele vlak, dat zijn de elektrische auto's, batterij-elektrische auto's. En het blauwe vlak, dat is het vlak waar we nog geen beleid voor hebben. Dus het verwachte energiegebruik waar we nog geen duurzame oplossing voor hebben. Maar daar zijn we natuurlijk wel constant over in gesprek, wat er nog zou kunnen gebeuren om ervoor te zorgen dat we wel de gevraagde kilometers kunnen rijden zonder dat we de impact hebben. Het valt op trouwens, denk ik, voor degene hier dat er eigenlijk geen waterstof bij staat. Het was misschien een heel dun lijntje waterstof. Bij de andere, bijvoorbeeld voor vracht, hebben we een vergelijkbaar vlak. En daar staat een veel groter stuk waterstof bij. Maar misschien dat we dat over een paar jaar wel weer helemaal moeten bijstellen. En dit is op basis van de gegevens die we nu hebben. Dan de automobilist, wat wil die eigenlijk? Daar doen we veel onderzoek naar. De linkervraag die we gesteld hebben is, hoe urgent vindt u het eigenlijk dat er emissievrij wordt gereden? En groen is heel belangrijk, grijs een beetje neutraal. En de oranje en rode, die worden wat minder belangrijk. Is het een taak voor de overheid? Nou, duidelijk wel voor de meeste mensen. Is het van belang voor de samenleving? Ook dat. En hebt u er persoonlijk belang bij? Nou, veel minder. Dus dat is denk ik iets waar we ook aan moeten werken. Dan doen we ook onderzoek over wat mensen verwachten te gaan kopen. Dus eigenlijk een variant op de vragen die we net hier met elkaar hebben beantwoord. Is hier ook onderzoek onder mensen van, verwacht u binnen 5 jaar een elektrische auto aan te schaffen, binnen 5 of 10 jaar of niet? En dan kijken we ook van wat zijn overwegingen waarom u terughoudend bent om dat te doen. Nou ja, die zijn heel verschillend. Sommige gaan over, ik ben bang dat ik er geen caravan achter kan hangen. Ik rijd te grote afstanden, dus dit houden we ook allemaal goed in de gaten. En kijken we ook met de branchepartijen of we daar ook aan tegemoet kunnen komen. Of we daar wat aan kunnen doen. Deze sheets zijn trouwens prima te verspreiden na afloop van de bijeenkomst. En dit is ook allemaal informatie die op meerdere sites te vinden is. Maar wij vinden het wel, wat je natuurlijk ziet, heel veel mensen die kopen geen nieuwe auto. De meeste mensen in Nederland die kopen een tweedehands auto. En voordat je natuurlijk ook tweedehands auto's beschikbaar hebt, dat duurt nog wel een aantal jaren. Dat is ook iets om aan te werken. Verder, nou ja, de uitrol van het aantal laadpalen in Nederland. Nederland is het land ter wereld met de hoogste laadpaaldichtheid. Uit alle landen komen ze hier naartoe om te kijken hoe we dat in Nederland georganiseerd hebben. Die donkergroene, dat zijn publieke laadpalen. Dat zijn die laadpalen die in de wijken staan. Met dat bord erbij van plek voor een laadpaal. Die blauwe, dat zijn, ja, dat heet dan semi-publieke palen. Dat is bijvoorbeeld op parkeerplaatsen bij bouwmarkten wel beschikbaar. En die gele, dat zijn de snellaadpalen. Dus de laadpalen die hier niet bijstaan, dat zijn de private laadpalen. Die mensen gewoon als ze een eigen parkeerplaats hebben bij hun huis. En dat zijn eigenlijk de meeste van Nederland. Dat zijn er, oh, dat staat daarboven ook, 335.000. Dan, speciaal voor u, hoe moet dat nou met het rijdend erfgoed? Een aantal jaren geleden
werkte ik aan het onderwerp anders betalen voor mobiliteit. En toen kwam uw achterban ook bij mij op de stoep van ja, wat is dat nou? We hebben allemaal van die prachtige auto's en ieder schroefje streven we naar is origineel. En dan gaan jullie daar zo'n lelijk kilometerheffingskastje in doen. Nou, de discussie die was snel voorbij en we hebben met elkaar toen vastgesteld dat dat echt niet de bedoeling zou moeten zijn, dat die auto's zo weinig rijden, dat we daar best een uitzondering voor zouden kunnen maken. En ik denk dat u ook best weet, er is een ontzettende gunfactor voor het echte rijdend erfgoed. Maar ik kan me ook voorstellen dat u denkt, ja, in 2050 moeten we echt klimaatneutraal zijn met elkaar. En dan is er wel uitstoot van die auto's. Dus ik zou u adviseren, vanuit de overheid kijken we vooral naar de grote getallen. Wij moeten 9 miljoen auto's in Nederland emissievrij krijgen, linksom of rechtsom. En dan gaat de aandacht toch echt uit naar de grote getallen. Maar als ik u was, zou ik echt met elkaar een plan gaan maken. Hoe u die categorie redelijk klein kunt houden. Want het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat dadelijk een categorie rijdend erfgoed is van 2 miljoen auto's. Daar kun je niet echt een uitzondering voor maken. Dat is niet de bedoeling. Kijk ook hoe u met behoud van de authenticiteit van de auto's toch zo min mogelijk effecten kunt hebben voor luchtkwaliteit en klimaat. En laten we daar dan vervolgens met elkaar het gesprek over voeren. En ik kan me ook voorstellen dat een uitgangspunt is. Want we hebben het nu over, krijgen we wel genoeg laadpalen? Maar ik denk dat in 2050 het is waar tank ik nog mijn vloeibare brandstoffen. Dus dat is ook iets, denk ik, om goed met elkaar over na te denken. Maar daar is ook nog alle tijd voor, zou ik zo denken. En dan besluit ik met deze. Je weet nooit wat de toekomst brengt. Hè. Misschien wordt er nog wel weer iets heel anders geniaals bedacht. Dat vind ik ook het ontzettend leuke van dit museum. Dat je telkens ziet, van er is tijdig iets. En dan is het weer even weg. En misschien komt het in een andere vorm weer terug. Ik waardeer zelf altijd alle partijen die achter een innovatie aangaan waar ze zelf in geloven. Fantastisch. Ik vind het ook altijd heel vervelend als bijvoorbeeld nu wordt gezegd van nou, die plug-ins, het is eigenlijk, is het niks. Ik denk, was gewoon een hartstikke belangrijke stap om te komen waar we nu zijn. Dus alle waardering daarvoor. En ik weet ook hoe snel het allemaal weer verandert. U weet dat waarschijnlijk nog beter dan ik. Hartelijk dank voor uw aandacht en ontzettend veel plezier de rest van de middag. Blijf nog heel even. Ja. Wil jij de microfoon? Nee, pak deze. Even kijken of dit het doet. Mag ik even? Ja, kijk, dat doet het helemaal goed. Dankjewel Petrusha voor deze inleiding. Ja, je zegt maak een plan. Nou hebben we niet lang geleden, hadden wij op de ALV Mark Harbers. Dat is de minister. Hopelijk zei hij iets vergelijkbaars. Nou, die zei, mobiel erfgoed mag altijd blijven en blijven rijden. En dan zie ik een staartje voorbij komen waarbij het erfgoed wat fossiel rijdt op nul staat. Dat is er dan niet meer in 2050. En ik hoor, maak een plan. Nou, dat plan dat heeft hij al uitgewerkt. We mogen gewoon. Punt. Nou, dan heb ik niks gezegd. Maar ja. Toch? Maar toch? Ja. Ik weet niet of er nu een definitie is van rijdend erfgoed. Maar ik denk dat het goed is om toch met elkaar te zitten en kijken hoe doen we dat dan. En ook hoe zorgen we dat er ergens wat te tanken is. Ja, dat is Want makkelijk. Gewoon een paar jerrycans in de schuur, daar kom je natuurlijk ook niet ver mee. Maar je weet, er wordt ook aan e-fuels gewerkt. Maar ik zie toch voornamelijk dat jullie inzetten op EV's. Een van de vragen die altijd binnen de knak, waar je ook komt, heerst, is dat late infrastructuur verhaal. We weten ook dat energiemaatschappijen, de clubs ook die de netwerken beheren, zeggen ja, allemaal mooi die ambitie, maar dat kunnen we gewoon niet. Dat stroomnet van ons, dat trekt dat niet, al die elektrische auto's en al die laadpunten. Ja, ik denk dat dat een kwestie van tijd is. Ik denk dat we sneller hadden kunnen beginnen daarmee. Misschien dat de komende jaren dat niet helemaal frictieloos zal gaan. Ja. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat op termijn geen enkel probleem zal zijn. Ja, maar er zijn nu bedrijven al die kunnen niet worden aangesloten. Dat is heel onprettig. Ja. Ja, en dan moet je ook nog die gebruiker die naar zijn werk toe moet. Ja, die hoeft misschien niet meer naar zijn werk toe straks omdat zijn bedrijf niet is aangesloten. Maar ik denk dat dat niet goed is voor de economie, hè? Ik denk dat we problemen niet groter moeten maken dan ze zijn. En waar ik zo blij mee ben, is dat we
zo tijdig begonnen zijn hiermee, dat we er ook tegenaan lopen. En Nederland is zo innovatief, meteen duikt iedereen erop. Dus wij hebben nu grote moeite om te zorgen dat er in al die initiatieven en met al die ideeën, dat we dat voldoende plek... En ik heb daar echt zo'n vertrouwen in. Ja? Mensen zijn zo creatief en bedrijven, ook het Nederlands bedrijfsleven, als je ziet waar de transportsector mee bezig is. Ja, wat ik daarover gesproken heb, we horen waterstof. Er zijn nu 3 grote fabrikanten in de wereld. Dat zijn echt niet de kleinste, Toyota, Volkswagen en BMW, die ook naast alle andere technologieën inzetten, bijvoorbeeld groot op waterstof. Waarvan wij de overheid altijd horen zeggen, nou dat is iets voor scheepvaart en voor zwaar transport. Die waterstof kom ik in alle staatjes, je zegt het ook zelf, ja eigenlijk zien we dat niet zitten. Dat gaat het niet worden, maar dat kan nog op den duur worden bijgesteld. Ja, ik heb nu vooral plaatjes voor personenverkeer getoond, omdat ik deze doelgroep dacht, ik neem dat plaatje mee. Maar het plaatje voor vrachtverkeer, daar zit zeker een grote bandbreedte voor waterstof in. En we zullen in de loop van de tijd moeten kijken waar het bedrijfsleven voor kiest. Of ze zeggen, wij vinden het prettig om met batterijen te rijden. Of op waterstof. Ja. En waterstof zijn ook weer ontwikkelingen. Zeker. Want die kan nu ook dus in de verbrandingsmotor. Ja, dus dat maakt het ook weer heel aantrekkelijk. Ja. Ja. Ja, want we hebben nu maar 13 stations. Als je naar de Duitsers kijkt, die hebben er veel meer. Daar zet de regering heel duidelijk ook een andere stap door te zeggen, wij maken echt geen technologische keuze, want we investeren ook in die andere alternatieve methodieken. Waarom doen wij dat niet? Dat doen wij ook. Maar we hebben er maar 13. Ja, er nu nog wel, maar er worden er steeds meer bijgebouwd. En wat mij juist opvalt, is dat die tankstations, daar hoeven we eigenlijk heel weinig aan te doen. Die worden wel gebouwd. Waar wij vooral ook naar aan het kijken zijn, is hoe we voor de vrachtauto's een extra subsidie kunnen organiseren. En wij zeggen dan toch, zag je het staartje net wat voorbij kwam, vlak die waterstofauto niet uit. Want dat is nou gebruiksgemak. En dat kwam in een van onze Mentimeter-plaatjes maar naar voren. Nog één ding moet ik even, moet me van het hart, accu's. Want ik zie mooie staartjes over fijnstof, lagere uitstoot. Wat doen we straks met al die batterijen? Ze worden hergebruikt of gerecycled. Volgens mij ziet iedereen nu al dat accu's zo waardevol zijn, dat de fabrikanten al meteen zeggen, we willen hem eigenlijk weer terug. Ja, dat is duidelijk, maar dat kost een hoop energie. En dat is weer niet goed, want dat willen we juist kwijt. Die hele afvalstroom organiseren, de infrastructuur daaromheen, dat is niet niks. Daar moeten jullie ook over nadenken. Bedankt voor het advies. Denk ik. Dankjewel. Petrusje Werter. Ik dank jullie wel. We gaan de forumdiscussie meteen aan de gang zetten, dames en heren. Want ja, dat is natuurlijk wel, na dit verhaal, moeten we daar natuurlijk op voortborduren. Ik ga ze in alfabetische volgorde oproepen. Rick Baart, lector verbrandingsmotoren aan de Fontys Hogeschool. Applaus, mag erbij. Robin Geijer, Market Studies and Network Strategy van Total Energies Nederland. Maarten Stijnboeg, hoogleraar aan de TUE. In de directie van Total Energies NL en in het bezit van 2 EV's. En een Twingo. En Ad van Wijk, emeritus hoogleraar aan de TU Delft. En... Oh, nou Ad, je bent er ineens van naam gewijzigd ook. Hij heet dus Van Wijk, Ad van Wijk, van de TU Delft. En Ad is de goeroe. U heeft hem ongetwijfeld kunnen zien in een van onze tijdens COVID gepresenteerde zaken die we bespraken. Ook over waterstof. 4 mannen. Mannen, waarom alleen maar mannen? Hoe kan het? Ik ga deze even aan jullie geven. Ja, allemaal mannen. Nou ja, weet je, oké. Okay. Die gaan we het nog over hebben binnen de knak. Oké. Even rondje van links naar rechts. Waar rijdt Rick Baart mee? Zakelijk? Een Golf Sports van. Benzineauto. Benzineauto. Robin Geijer. Ja, ik rijd hem zakelijk. Ik rijd een Hyundai Kona EV. Mm-hmm. Maarten. Tesla Model 3. Model 3. Ad? Ja, dan moet ik natuurlijk Toyota Mirai zeggen. Ja. Je weet, Mirai betekent toekomst. In het Japans. Ja, en? Is het een Mirai? Ja, ja. Ja, kijk eens nou. Goed, hè? Dat klopt dus allemaal. Hebben jullie mogelijk ook een klassieker? Rick niet. Robin? Helaas. Nee? Maarten? Ja, het enige wat ik kan noemen is dat ik nog steeds mijn hele kleine Renault Twingo heb van bijna 20 jaar oud. En die had ik steeds voor de trekhaak, maar die kan er ook weg, want
Mijn nieuwe Model Y die ik ook heb, die heeft wel een trekhaak. Dus ja. Wie wil er nog een hele goedkope Renault Twingo hebben? Dus. En anders kan die Evert naar het museum wellicht, hierboven. Ja. Dat is altijd mooi. Ad, mijn niet? Antwoord is nee. Ja, dan ben ik de enige. Ja. Nou ja, oké, maar het gaat ook niet over mij, want jullie zitten in het panel. Dat is heel mooi. We horen het net, maar even terug naar Petrushka en de stellingen. Even jullie afdronk. Ik begin gewoon links. Rick, wat pak jij mee? Waarvan zeg jij, dat was significant, daar gaan ze de fout in en dat is een goed verhaal. Ja, het is natuurlijk terecht dat de overheid bezorgd is om het klimaat en om de luchtkwaliteit. Er werd gesteld dat men probeert technologie neutraal te zijn, maar in de praktijk is dat natuurlijk niet het geval. Ik zal dat illustreren. We hebben beslist, of bijna beslist, om vanaf 2035 alleen nog nieuwe elektrische wagens toe te laten. Het argument is daar dat de uitstoot uit de tailpipe, die er niet meer is, maar dat die nul is. Maar dan gaat men voorbij aan het feit dat een elektrische auto bij de ontginning van de batterij en vooralsnog bij de productie van de elektriciteit ook de luchtkwaliteit beïnvloedt. En voor centrales is vooralsnog niet beslist dat die vanaf 2035 ook allemaal zero-emissie moeten zijn. Hè? En die hebben een levensduur van 35 jaar. Dus je ziet dat de keuze van de timing en de beslissingen niet helemaal technologie-neutraal is. Okay. Wat viel er wel op wat goed is? Heel kort. Eigenlijk niks. Ja. Robin. Ja, ze gaf hoog op van inderdaad de technologie-neutraliteit. Bij elektrische auto's, personenvoertuigen, zie je dat dat eigenlijk al niet meer de zaak is. Ze gaf ook heel duidelijk staatje van, ja, wat is nou energie, energieintensiteit van bepaalde aandrijvingen? Later zei ze, ja, voor trucks laten we het nog vrij en laten we het aan de markt over. Maar goed, een beetje zien wat er nu gebeurt, heb ik daar wel mijn twijfels bij. Dus dat, nou, de toekomst gaat het uitwijzen, maar ik ben daar sceptisch over. Ja, ik ken Petrushka al heel lang. Ik heb in het Formule E-team natuurlijk de eerste 8 jaar gezeten. Ik denk dat het een helder verhaal is. Het is gewoon zoals het is. Ik bedoel, de race om de personenauto is gestreden. Het wordt gewoon batterij elektrisch, daar is geen twijfel over. Dat is de meest schone manier om van well to wheel, hè, inclusief alle andere zaken, om te rijden. En het meest simpel, het meest betrouwbaar. Wat ze misschien nog had kunnen noemen is dat we inmiddels ook wel heel veel banen hebben gecreëerd. En dat we echt koploper zijn in de wereld voor laadinfrastructuur en open protocollen. We hebben iets van 6000 banen gecreëerd de afgelopen jaren. En dat is, vind ik, een heel mooi neveneffect van, met name tegen die mensen zeg ik dat, die zeggen van ja, maar we hebben er allemaal subsidies in gestoken. Dat was niet voor niks. En dat was mooi geweest als ze dat ook nog had kunnen zeggen. We gaan zo nog even verder op EV. Dat vermoed ik. Het was eerst even de afdruk. Ad, wat vond jij van het verhaal? Ja, ik vind het ook wel een verhaal. Kijk, elektrisch rijden, dat zie ik wel zitten. Maar ik denk niet dat de strijd is gestreden tussen batterijen en de brandstofcel die daar een rol in speelt. En ik vond het ook wel een erg simplistische benadering van hoe je dan eigenlijk kijkt naar die energie-efficiëntie, alsof dat de maat is. Kijk, normaal gesproken kijk je in een energiesysteem naar dat het betrouwbaar geleverd moet worden, dat het altijd geleverd, dat het schoon geleverd moet kunnen worden en dat het ook nog een beetje betaalbaar geleverd wordt. Dus je gaat niet je elektrische auto opladen met een windmolen. Dat kan namelijk niet altijd. Hè. Dus als je naar een totaal duurzaam elektriciteitssysteem kijkt, en dat is mijn vak, dan zul je zien dat in een totaal duurzaam elektriciteitssysteem in Nederland 25% van de elektriciteit zo ruwweg gemaakt gaat worden uit waterstof, want je hebt de momenten dat je tekort komt of dat je te veel hebt. Dat is één. Maar ik zal nog een ander argument. Heel kort hoor, ja, we gaan uitgebreid zoeken waterstof. En we gaan daarna discussiëren erover. Kijk, we gaan in dat duurzame energiesysteem, gaat eigenlijk niet meer over, we moeten van fossiel naar duurzaam, dat is duidelijk. Maar als je naar een duurzaam energiesysteem toe gaat, betekent dat eigenlijk ook dat je van energiegebruik gaat naar materiaalgebruik. En wat betekent dat nou? Kijk, dat betekent bijvoorbeeld dat je zonnepanelen neerzet, maar als je die hier neerzet, of je zet hetzelfde zonnepaneel in de Sahara neer, dan produceert het daar 3 keer zoveel stroom. Dan ga je al die omzettingen doen. Dan heb je nog steeds meer elektriciteit geproduceerd met dat zonnepaneel daar in de Sahara. Moeten we dan al die zonnepanelen daar neer gaan zetten? Nee, natuurlijk.
Want je kijkt eigenlijk naar het totale systeem. En dus dit soort simplistische dingen, ja, ik ben toch wel een beetje altijd neidig dat dat zo in beeld komt. Want dat is niet hoe het energiesysteem werkt. Mooi, nou die stelling is genomen, het is helaas al weg. Maar we gaan daar onderling met z'n vieren ook uitgebreid over discussiëren. Laten we eerst eens even op die EV ingaan. Hè, waar toch, en daar zijn we het alle vier wel over eens, de overheid echt heel breed op inzet, op die EV. Als ik kijk, Maarten, kijk uiteraard even naar jou. Ik zie ook 25% acceptatie steady voor die elektrische auto in Nederland. Waar ligt dat nou aan? Hoe kan het nou dat we daar toch, 3% van het wagenpark is elektrisch, er wordt gestimuleerd, het heeft banen opgeleverd, hartstikke mooi, er zijn nog wel wat problemen te overwinnen, gaan we allemaal doen. Uiteindelijk moeten die mensen hier in de zaal allemaal aan zo'n elektrische auto. Ja. Waar liggen de bedreigingen? Waar zie jij de dingen waarvan je denkt, van, nou daar kan het nog wel eens wringen? Er zijn een aantal antwoorden op je vraag. Kijk, je begon eigenlijk met hoe de consument het ervaart. Ja. Waarom zou de consument dat wel of niet doen? Ja. En dat heeft veel te maken met de fase waarin we zitten van die ontwikkelingen. Toen ik mijn eerste elektrische auto kocht, was die eigenlijk niet te betalen. En nu zie je dat de prijzen gewoon in de richting komen van de middenklasse, zeg maar. Maar je kan nog steeds niet voor, zeg even, 12.000 euro een nieuwe hele kleine auto kopen waar je 500 kilometer bereik mee hebt. Ja. Als we dat laatste hebben bereikt, dan zijn we klaar met de hele technologische ontwikkeling wat mij betreft. Want zo moet het uiteindelijk worden. Dat je, ik vind 500 kilometer bereik, dat is dan in de winter misschien 350 kilometer. Dat is gewoon, dat moet de norm zijn voor alle auto's. Van elk niveau auto, zeg maar. Nou, daar zijn we nog niet. Daar komt het tweede bij, dat je moet wennen aan het feit dat je een stekker aan je auto hebt. Of in ieder geval een stopcontact in je auto. En als je dat zelf niet ervaart, omdat je nog geen auto hebt, dan is dat raar. En dan denk je van, vervelend. Ik rij nu al 10 jaar elektrisch. En ik hoef dus nooit meer met mijn vrouw te overleggen, volgens mij moeten we vandaag tanken. Want wij hoeven het nooit meer te tanken. Want hij is 's morgens altijd vol. Dus ik weet dat ik veel minder met tanken bezig ben dan toen ik nog mijn Renault Kangoo reed, die ik daarvoor had. Hè. Nou heb ik natuurlijk gelukkig een eigen oprit. En 30% van de mensen hebben een eigen oprit. Dus ik hoor bij die gelukkige groep die zo kan denken. Maar als je dus zelf geen elektrische auto hebt, dan weet je niet dat elektrisch rijden, als je dat eenmaal doet, dat eigenlijk een enorme openbaring is. Oké, maar één belangrijk ding komt ervoor. Gebruiksgemak is dus heel, heel prettig. Nou ja, jij zegt hier van, nou ja, snel tanken. Dus jij noemt de typische dingen die de vooroordelen zijn als je dus zelf dat niet die ervaring hebt. Dus dat idee van dat snelle laden, wat je er straks even noemde tussendoor, mm-hmm. Waterstof, dat lijkt meer op wat je gewend bent. Ja, hè? Precies. Maar ik was een paar jaar geleden bij de eerste versie 3 supercharger van Tesla, 250 kilowatt. Je steekt die stekker erin en ik liep weg om even te gaan pissen in dat hotel. En toen was je vol. En dan 10 minuten later kon ik weer 300 kilometer verder. Ja. Dus die ontwikkelingen gaan zo snel. En als je dat ervaart, dan denk je, ja, er zijn eigenlijk geen principiële redenen meer waarom dit niet gewoon voor iedereen straks mogelijk wordt. Oké, het punt is inderdaad, ja, je kan bij je huis lekker opladen of op kantoor lekker opladen straks met al die laadpunten. Maar ja, we weten ook 1,2 miljoen laadpunten en een overbelast netwerk. Wil ik ook nog even. Mag ik dat dan ja, even graag zeggen? Ja. Want dat is echt een heren, fabel. Als jullie willen reageren op deze. Nee, maar dat is echt een fabel, die ik echt nu direct weg wil halen. Ik heb uitgerekend, in het kader van het schrijven van de columns met Carlo van der Weijer voor het FD afgelopen jaren. Ik heb uitgerekend, als we allemaal elektrisch rijden, en we bereiken dat eerst in 2040, hè, als we dus gewoon 9 miljoen auto's helemaal elektrisch. Als we allemaal elektrisch rijden, dan hebben wij maar 20% meer elektrische energie nodig per jaar dan we nu als Nederland verbruiken. Maar 20%. Dat is het probleem niet voor het elektriciteitsnet. Het gebruik van elektrische auto's is niet het probleem voor het elektriciteitsnet. Wat wel een probleem is, is dat we allemaal warmtepompen thuis gaan krijgen en dat we allemaal om 6 uur onze inductiekookplaat aanzetten. Dat is een probleem. Want jij wil niet een software-appje die zegt, ja, je mag om 9 uur gaan koken. Maar bij laden is het gewoon een softwareoplossing. En die bestaan nu al. Dus elektrisch rijden heeft geen negatieve impact. Sterker nog, het kan een mede-oplossing zijn
voor die gridproblemen die er wel degelijk zijn met zonnepanelen die we willen aansluiten. Ja. Dus elektrisch rijden moet je niet verwarren met de gridproblemen die nu gesignaleerd worden door de netbeheerders. Ik zie Ad van Wijk. Nou, dat is toch met alle respect een beetje onzin, Maarten. Ja. Kijk. Wat doe jij als jij... laat ik eerst even vertellen wat de capaciteit van het totale elektriciteitsnet is. En vergelijken met het gasnet. In Nederland hebben we een elektriciteitstransportsysteem wat 20.000 megawatt groot is. In gastermen is het 350.000 megawatt. Als je naar de aansluiting bij u thuis kijkt voor de capaciteit in het elektriciteitsnet, dat is het gemiddelde 3 kilowatt. In gas is het 30 kilowatt. Dus we hebben een veel groter systeem in capaciteit. En dat gaat niet om de volumes, het gaat niet om de kilowatturen, maar het gaat om de kilowatts die je in dat systeem hebt. Kijken we nou naar een gas... Dit trouwens toont aan dat het hebben van een warmtepomp... Ja, is nog echt veel... Echt een probleem. Dat is nog een veel groter probleem. Want dan ga je dus van die warmtevraag, waar we een heel groot gasnet hebben, ga je naar een elektriciteitsnet waar je ineens een warmtepomp op... Maar nu gaan we even naar dat tankstation. Als jij tankt, dan gaat er eigenlijk een vermogen door dat slangetje van 3000 kilowatt, 3 megawatt. Nou heb jij een snellader van 305 kilowatt, dus een factor 10, minder vermogen, wat er eigenlijk, en daarom duurt het ook langer dan wanneer je je auto wil voltanken. Nou wil je 10 van die laders op zo'n tankstation, dan heb je een aansluitcapaciteit nodig even uitpraten, hè? Van 3 megawatt of 3,5 megawatt, heb je niet. Er ligt wel een gaspijp, als jij CNG doet. Die gaspijp heeft dat vermogen al. Dus daar kan waterstof doorheen en zo kan je tanken. Dus het is niet waar dat de capaciteit niet een probleem zou zijn. Dan moet je enorm je elektriciteitscapaciteit voor uitbreiden. Nee, ben ik niet met je eens. Er is uit onderzoek gebleken dat van alle elektrische kilometers we ongeveer 20% tanken bij snellaadstations. En 80% doen we bij langzaam laden. Langzaam laden kan je helemaal met een appje schedulen. Dus daar is geen... extra netverzwaring voor nodig. De 20%, een vijfde van alle kilometers die we gemiddeld rijden met elektriciteit, doen we bij snelladers. Ja. Als je bij elk snellaadstation een stationaire batterij neerzet, heb je het hele probleem opgelost. Niet. De capaciteitaansluiting heb je gewoon nodig om dat systeem te maken. Dat kan je wel bagatelliseren, maar dat is gewoon niet zo. Wacht eventjes, we gaan even naar Rick. Rick, gooi het ook nog even... Ik wou toch ook even aangeven dat ik iets minder optimistisch ben dan Maarten. Ik vind de elektrische auto is qua rendement, leidt geen twijfel, is de beste oplossing. De problemen zijn de range en de kosten. Dat heeft in grote mate te maken met de batterij. Nu, Maarten rijdt met een Tesla Y, dat is best een dikke batterij. Maar ik denk dat dat ook het probleem is. Niet iedereen kan zich dat veroorloven. Dus de kleinere auto, dus de laten we zeggen de modale persoon, die zoekt een alternatief voor de wagen waar die nu mee rijdt. En of je nu een kleine wagen hebt of een grote wagen hebt, het verbruik verandert niet zoveel. Dus dat betekent dat je voor hetzelfde gemak, Maarten heeft het over 500 kilometer, een even grote batterij moet hebben. Die extra kost is voor een klein autootje gewoon niet te dragen. Dus ik maak me zorgen dat straks de gewone man het zich niet meer kan permitteren om te rijden, sowieso. Hè? Omdat er gewoon geen betaalbaar alternatief meer is. En dat heeft een grote impact, want auto's fabriceren is massaproductie. Als die massa wegvalt, dan krijg je terug een kleiner aantal auto's. Dan krijg je prachtige machines zoals dit, maar die zijn dan nog minder te betalen dan nu. Ja, maar wacht even, ik hoor Patrushka Werther ook zeggen... We gaan, dat doet de industrie, accu's recyclen, prijzen gaan beneden. Als het er meer worden, wordt de prijs lager. Dat gaat sowieso gebeuren. Tegen die tijd heeft het energieprobleem opgelost, omdat we overal windmolens en zonnepanelen hebben. Dus niks aan de hand. En we moeten een tweedehandsmarkt zien te genereren. Die komt er op het moment dat je al het... Ja, ik gooi even de Stijnboeg even rust. Die komt er omdat... Die elektrische auto uiteindelijk ook een tweedehandsmarkt gaat ontstaan. Die ontstaat. Recyclage is een groot probleem. Op dit ogenblik is dat pyrometallurgisch. Dus dat betekent dat alle lithium die in die batterij zit, wordt op dit ogenblik weggebrand. Dus dat geeft geen uitstoot, hè? Nee. Maar dat ben je kwijt. Hè? Dus dat is de prijs van batterijen
Die was jarenlang heel sterk aan het dalen, maar die laatste 2 jaar niet meer gedaald. Niettegenstaande we een overstap hebben gehad van de NCM, de betere batterij, naar de LFP, de iets minder performante batterij. En ik verwacht eerlijk gezegd dat die prijs in de toekomst eerder zal stijgen dan terug gaat afnemen. Ik heb Robin nog niet gehoord. Robin, want jij bent van Total Energies. Jullie zetten in op de behoefte voorzien en eigenlijk alle mogelijke vormen van alternatieve brandstof. Hoe kijken jullie daarnaar? Want je hebt een scope die misschien verder gaat dan velen van ons beseffen. Ja, wij kijken inderdaad richting 2050. Hè, want dat is de horizon die nog een beetje te bevatten is. Al dat al waanzinnig hoog over is. Wat ik hier hoor is best wel een technische discussie. En ik hoor ook een beetje soms, we moeten kiezen, want elektrische auto. Maar ja, in huis, warmtepompen, de industrie moet verduurzamen. Wij kunnen overal energie leveren. En dat moet straks een en-en verhaal worden. Dat moet op elkaar worden afgestemd. Hè. Dus het is een integraal energiesysteem wat je moet hebben. Maar wat we niet moeten vergeten is, in dat systeem zijn er ook gebruikers. En die gebruikers die moeten veranderen. Ik hoorde net het appje al met slim laden. Wij bieden slim laden aan, doen we onder andere. Maar die gebruiker moet het wel accepteren. En die moet wel snappen dat als hij ineens om 22:00 bedenkt van, nou, nu ga ik weg. Ik heb net lekker gegeten op mijn kookplaat, mijn elektrische kookplaat. Mijn huis is opgewarmd met mijn warmtepomp. Maar ik ga toch nog eventjes lekker weg. Dat zijn auto misschien niet vol is. Dus dat, die hele bewustwording, die verandering, niet alleen maar in de techniek, maar ook in de personen, die gaat heel belangrijk zijn. Ja. En dat gaat nog een hele tour worden voor ons allemaal. Dat wordt een tour. En waar ligt dan met name de grootste uitdaging inderdaad, waarvan Maarten zegt, ja, onbekend maakt onbemind. Als je dit tot 20 jaar doet, dan heb je je leven daarop ingericht. En je moet plannen. Ja, je moet gewoon plannen. Kijk, je hebt een eigen oprit. Ik heb dat niet, dus ik moet iets meer plannen al. Ja. Bij ons kunnen bijna geen laadpalen in de straat meer erbij, want ik woon in een oude wijk, dus de leidingen zijn niet dik genoeg. En ja, toch ook op wijkniveau loop je dan tegen problemen aan. Dus je moet gaan plannen. Er zijn gewoon avonden dat ik dan niet kan laden bij mij in de straat. Dat betekent dus dat ik 's ochtends een kwartiertje of een half uurtje eerder weg moet. En ergens onderweg of mijn reisplan moet aanpassen. Dat betekent dus ook gewoon bewustwording aan alle kanten. Ja. En anderzijds, wat we zien, hè, dat zagen we ook nadat we de stelling lieten zien, waar gaan mensen over 10 jaar op beslissen? Heel belangrijk punt is ook die betaalbaarheid van zo'n ding. Maarten zegt, dat komt goed. Lastige vraag, want nu is een soort glazen bol, als maar ik Rick, die had Rick, gehad. Rick zegt, ja, als je 500 kilometer wil rijden met een klein autootje, heb je nog steeds dat batterijpakket nodig en dat is een dure component. Hij is tweeledig natuurlijk, want als we nu niks doen, wordt het hele energiesysteem straks onbetaalbaar en wordt elektriciteit überhaupt onbetaalbaar in 2030. Met de huidige plannen, qua wind en qua zon, die gelijktijdigheid is er niet. Dus de zon en de wind die wekken energie op de momenten dat we het niet nodig hebben. Bij 2030, als het beleid nu voortgaat en het systeem zo blijft werken zoals nu, investeert straks niemand meer. Want bij 2030, er wordt gewoon geen geld verdiend. Dus dan wordt elektriciteit, los van onbetaalbaar, is er misschien niet eens meer. Of gewoon weer fossiel opgewekt. Dus we staan met z'n allen nog wel aan een behoorlijke weg. En die zitten ook deels bij overheidsbeleid. Maarten, en ik hoor dat laatste en ik zie je fronsen. Ik begrijp nog even niet wat je dan als oplossing dan voor je ziet? Fossiel opwekken van elektra. Nou, ik geloof het ook, ja. Maar. Ik weet niet of dat de oplossing is. Het is een mogelijkheid. We doen het nu ook. Hè. Dus, maar je moet gaan nadenken over die energie die je hebt. Hoe sla je die op? Dagbasis, op weekbasis, op maandbasis en op jaarbasis. En daar is waterstof gaat een hele belangrijke actor in worden. Of waterstofvarianten. Dat is een mooi haakje. Ik denk dat waterstof essentieel is voor onze energietransitie. Essentieel. En ik denk dat we alle waterstof die we de komende 20 jaar gaan produceren, hier of in het buitenland, dat we die allemaal nodig hebben voor de transitie van onze industrie. Wij gebruiken nu, ik geloof, 10 miljard liter waterstof per jaar om kunststoffen te maken en grondstoffen voor kunstmest. En dat maken we nu allemaal uit gas. Dat is allemaal grijze waterstof. Ja. Dat moet allemaal groen worden. Dus we hebben een enorme opgave om de huidige vraag die we nu al hebben in de industrie aan waterstof, om die groen te maken. Daarna komt de vraag van hoe krijgen we hoogovens of Tata Steel, hoe krijgen we dat groen? De echte kunstmestfabrieken, de aluminiumfabrieken, dus al die industriële vragen naar waterstof is zo gigantisch. Elke liter of kilogram waterstof die we verspillen aan die toepassingen waarbij het eigenlijk niet nodig is. Dat is ook de mobiliteit dus. Lees met name personen, maar ik denk zelf ook vrachtwagenmobiliteit, dat is zonde van die waterstof. We hebben echt nogmaals, de waterstof-economie komt eraan, die is essentieel,
voor de verduurzaming van onze maatschappij, met name op dat hele industriële gebied. Daar hebben we nog zo'n uitdaging. Ik heb zelf grote twijfels over het verwarmen van huizen. Als we over 30 jaar onze elektriciteitsnet hebben verzwaard, want als we huizen elektrisch gaan stoken met of zonder warmtepompen, dan hebben wij een veel zwaarder elektriciteitsnet nodig. Ja, daar ben ik het altijd eens. Maar ook daar vind ik waterstof een tweede keus. Het is niet nodig, het is niet noodzakelijk. En we hebben echt al die waterstof nodig, wat mij betreft, voor die verduurzaming van de industrie. Oké, okay, nou even Ad naar jou, want we zijn nu bij waterstof. Lijkt me heel mooi. Duitsland zet er groot op in, dat weten we. Wij hebben, en dat zei je al eerder even, eigenlijk een fantastisch mooi gasnet ingericht op aardgas. Wat je, heb ik me laten vertellen door deskundigen, daar ben je er een van, vrij gemakkelijk om kunt bouwen naar de toepassing waterstof. Dat is mooi. En dan hoor ik Maarten zeggen, forget it voor mobiliteit. Moet je niet doen, zonde om daar een liter waterstof aan te spenderen. En ja, daarbij, het is ook hartstikke duur. Nee, dat is ook een bijzonder argument, hè, om het maar even toch zo te benoemen. Je kan niet discrimineren van waar waterstof naartoe gaat. Er is een energiemarkt en daar kun je waterstof op kopen. En je kan alleen zorgen als overheid dat je bepaalde infrastructuur niet zou aanleggen of niet zou doen. Maar je kunt niet verbieden dat iemand zegt van hey, ik ga mijn productieproces op waterstof doen. Nou, glasfabrieken of wat dan ook. Je hebt enorm veel waterstof nodig. Nee, je hebt enorm veel duurzame energie nodig. En dat is eigenlijk het punt. En dat moeten we gigantisch veel uitbreiden. En daar ligt de crux. En dat moet nog veel meer uitgebreid worden dan wat er ook nu in het klimaatakkoord staat. Die 21,5 gigawatt voor wind op zee, dat is nog veel te weinig. Maar laat ik. Maar dat discrimineert niet of je in de ene sector wel of niet aan waterstof begint. Kijk, laten we nu zien gelukkig wat er gebeurt en wat er ook in de wereld gebeurt. En ik ga een voorbeeld geven van wat ze bijvoorbeeld in Oman nu bouwen. Daar bouwen ze 40 gigawatt, 40.000 megawatt aan zonne-energie, wat ze naar waterstof omzetten, wat ze naar ammoniak omzetten. Dat is een project. Als je nu naar Reliance kijkt, een heel groot bedrijf, die wil 3 grote projecten in 5 jaar tijd 5 miljoen ton water. Het gaat nu inderdaad heel hard. En de manier om eigenlijk duurzame elektriciteit hier te krijgen, dat gaan we niet allemaal redden met windpark op zee. Met alleen maar windparken op zee of met wat we hier doen. We zullen gaan importeren. En als we die duurzame elektriciteit importeren, dan is dat in de vorm van waterstof. Dat komt zo in het systeem. Nou kan je daar weer elektriciteit van maken. Of je kan het in je auto stoppen en er daar elektriciteit van maken. Dus de punt is eigenlijk dat in dat hele systeem de uitbreiding van duurzame elektriciteit, dat moet zijn. Maar wat kan je nou nog meer? Want dat is eigenlijk het hele punt en daar willen we in Nederland ook niet aan. Maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten kijken ze naar methaanpyrolyse van aardgas. En wat levert dat op, die technologie? Dat is, produceer je, dan split je eigenlijk het methaanmolecuul in waterstof en vast koolstof. Geen CO2. Daar staat een fabriek, die hebben ze gebouwd voor dat vaste koolstof, maar die heeft nu $1 miljard eigenlijk subsidie gekregen om hem gigantisch op te schalen. Dat is uiteindelijk de tussenoplossing, hè, want dat geldt ook voor nu van de elektriciteitsproductie. Als je 's nachts oplaadt, dan is het kolenstroom, om het maar even zo te zeggen, ja, wat je gebruikt. Dus je moet steeds naar dat totale systeem kijken en dan ben ik optimistisch, hè, want dat ben jij een beetje pessimistisch over de ontwikkeling van de batterijtechnologie en de kosten en van allerlei, hè, maar ook van de brandstofcellen enzovoort. Die worden echt wel goedkoop, maar in het hele systeem zul je zien dat altijd een mix is die je inzet. En dan ben ik het ook nog wel mee eens dat uiteindelijk in Nederland, omdat we maar een klein pestpokkenlandje zijn, het aandeel van batterij-elektrische auto's een stuk groter zal zijn. Maar dat geldt al niet voor Duitsland. Nee, oké. Daar wil ik het later ook over hebben, hoe de wereld nou een beetje verdeeld is. Want we kijken inderdaad naar Nederland. Even toch een zijstapje maken. Als je kijkt naar dit verhaal, wij worden afhankelijk van een land om daar onze waterstof van te betrekken. Als we batterijen maken nu, zijn we op dit moment nog zeer afhankelijk van Afrika, waar Chinese mijnen zijn, of van China voor het aanleveren van de grondstoffen voor die batterijen.
willen we die geopolitieke afhankelijkheid? Is dat niet een factor die je moet meenemen in de keuze voor de een of de andere oplossing? Ja, wat ik heel leuk vind om te noemen natuurlijk, zeker hier in het Haagse komend uit Eindhoven, de hele wereld is afhankelijk van ASML. Dat is het allerbelangrijkste bedrijf ter wereld. Hè? En Peter Wennink heeft gezegd, wij hoeven helemaal geen chipfab te bouwen in Europa, want het hangt allemaal van elkaar af. Uiteindelijk besluit de EU om toch de EU Chip Act te hebben en dus een weverfab echt te gaan maken in Europa. En ik snap dat ook wel. Dus je ziet nu ook de bewegingen. Van der Leyen heeft dat net vorige week gezegd, dat we ook gewoon mijnbouw moeten gaan doen. Nieuwsuur heeft er aandacht aan gegeven. Wij moeten zorgen dat die grondstoffen, maar uiteindelijk zijn die grondstoffen ook iets wat globaal natuurlijk. Wij gaan niet heel veel geld betalen om Europese grondstoffen te hebben, terwijl we dat veel goedkoper uit Canada kunnen halen. Dus ik geloof ergens ook wel dat je afhankelijkheid hebt en dat het een natuurlijk mechanisme zou moeten zijn. Maar je moet uitkijken dat je niet alleen maar afhankelijk bent van één land. Aan de andere kant, er zijn heel veel creatieve mensen op het moment dat er wel een noodzaak is om te veranderen. Dat zie je bijvoorbeeld met kobalt. Hè. Daar kwamen terecht allerlei zorgen over de situatie van die mijnen. Ja, en nu wat je dus ziet is dat die technologische ontwikkelingen dan vervolgens zo worden gemaakt dat je gewoon kobaltvrije batterijen krijgt. Dus ik geloof heel erg in dat we als wereldnatie zo innovatief zijn, dat we dat materiaalprobleem, want ik ben het op zich wel met je eens, dat als je echt nadenkt over circulaire maatschappij, dan is materialen een van de belangrijkste assets om over na te denken. Ja. Dat we dat op een duurzame manier met z'n allen weten te regelen, ik ben er wel van overtuigd. Robin? Ja. En waar we nu heel erg over discussiëren is de technologie die we nu kennen. En wat we niet weten is een technologie die er over 10 jaar is. En misschien dat we daar nog een inschatting van kunnen maken, maar over 20 of 30 jaar weten we gewoon nog niet wat we hebben uitgevonden. Er zijn een aantal technologische ontwikkelingen. Je hebt bijvoorbeeld zoutwaterbatterijen waar het over wordt gesproken. Solid-state batterijen hebben allemaal andere energiedichtheden, snelheid van laden, productiekosten, andere materialen. We gaan een transitie in. En die transitie die duurt gewoon de komende 30 jaar. En in die 30 jaar gaat gewoon heel veel ontwikkeling. Die auto's zoals we die nu rijden, die zit er over 15 jaar weer anders uit. Dat is het enige wat ik zeker weet. En voor de rest zijn het allemaal een beetje, is het ook een beetje gissen. En kunnen we aan zekerheidsgrenzen en waarschijnlijkheid op een gegeven moment zeggen. Ja. Maar het gaat nog heel veel veranderen. En dat is denk ik ook wel heel leuk, is dat als je hier in het museum bent, je begint met een elektrische auto, dan hebben we heel lang verbrandingsmotoren. Nu rijden we elektrische auto's en koesteren we die oude oldtimers met verbrandingsmotoren. Ja, misschien dat we dat over 15 jaar met de huidige elektrische auto zeggen. Worden die heel gewild. Toch, Robin, dit begrijp ik allemaal. Maar dit moeten we ook even uitleggen aan wij hier allemaal. Want we weten, BMW komt met elektrisch waterstof hybrids, net als Toyota, VW, de allergrootste automobielfabrieken ter wereld, die doen dat dus. Die zetten op al die alternatieven in. Maar ja, daar kunnen we als consument natuurlijk helemaal niks mee. Oh, daar gaat je. Want waar moet je nou op inzetten? Straks koop je dus een aandrijflijn waarvan je denkt, nou heel mooi, ik heb nu een waterstofauto, kost me 50 mil, fantastisch ding, over 4 jaar. Ja, dan zegt meneer Geijer van Total Energy, ja, dat leveren we niet meer met een oude troep. Weg met die handel. En daar sta je dan. Desinvestering. Waar moeten we nou op inzetten? Wat moet nou het verhaal zijn? En waar kijken we dan met name naar? Dat proberen we ook achter te komen. We hadden het over gebruiksgemak, over de infrastructuur, het kunnen laden, het makkelijk beschikbaar hebben van die energie, niet afhankelijk zijn van buitenlandse partijen. Nou, roept u maar. Ja, fossiel tikt nog steeds al de boxes. Hè? Dat is het rotte. Zeker, dat is zo groot dat je kunt niet volgend jaar ineens zeggen, we stoppen ermee. Dat gebeurt gewoon niet. Kijk, de belangrijkste factor hierin is toch de overheid. Misschien ook de meest onbetrouwbare. Die bepaalt uiteindelijk met beleid wat er gaat gebeuren. We kunnen daar natuurlijk heel bijzonder over doen. Wij maken uiteindelijk commerciële keuzes, we zijn een commercieel bedrijf. Maar met beleid wordt wel heel veel gestuurd en gevormd. Als je nu moet kiezen, nou, de komende 30 jaar kun je nog prima benzine en diesel tanken waarschijnlijk. Het zal minder worden, hè? Dus naarmate de tijd vordert zijn er gewoon minder punten. Zul je misschien wat verder moeten rijden. Zoals dat in de beginjaren met de EV waren. Dus je wordt dan van mainstream verbrandingsmotor, wordt het misschien wat meer pionieren. Daarna dan wordt het lastig inschatten. Datgene wat er nu is, dat zal de komende jaren nog beschikbaar zijn. Ja. Alles komt zo'n beetje tegelijk en daarna gaan we kiezen. Maar toch eventjes. We zitten hier ook nog even nog over waterstof, Ad, en dan laat ik het echt rusten. We willen hier een waterstoffabriek bouwen, maar hebben we een bouwstop. Want ja, we stoten stikstof uit als we gaan bouwen. Komt er ook nog even bij. Al die dingen
We hebben ook nog een BBB met provinciale statenverkiezingen en Europa. Nederland heeft gesproken, heeft iets gezegd tegen de regering van het klopt allemaal niet. We willen het niet zo, maar hoe we het wel willen weten we ook niet. En Europa wil het anders. Wat moeten we daar nou mee, Bart? Eerst Ad. Daar zal ik nou eens een simplistisch antwoord op geven. Dat fijn. Is voor deze ene keer dan. Kijk, als wij niet hier de waterstof produceren, dan produceren we dat elders. En dan halen we het hier naartoe. En dat is eigenlijk een beetje waar we nu voor zitten. Maar dat geldt dus ook voor alle duurzame energie. Als we niet in staat zijn om ook meer zon en wind en dat soort dingen neer te zetten, dan komt dat veel meer van in de toekomst van elders dan dat je dat van je eigen productie zou kunnen halen. Dus, en laten we ook zo zeggen, we zijn natuurlijk nu voor, de hele Europa is voor 60% afhankelijk van import van energie. Dat zal in de toekomst echt niet veranderen. En hoe komt dat nou? Kijk, ook nog even over de kosten. We zien dat je 3 keer zoveel produceert met een zonnepaneel in de Sahara. Daar is het 1 tot 2%, 1 tot 2 cent per kilowattuur. Hier is het 10 cent per kilowattuur. Waarom is het niet 3 keer 1 tot 2 cent? En dat komt door de competitie om de ruimtekosten. En we zien dus dat bij toenemende penetratie het eigenlijk duurder wordt om zonnepanelen en windturbines hierin te zetten. Omdat je meer moet betalen voor eigenlijk het realiseren op die grond. Dus we zien ook dat daar een soort economisch iets is. En dat betekent nog steeds niet, wat er gezegd wordt, dat we dat niet zouden moeten doen. We moeten veel op onze daken neerzetten. We moeten heel veel zon en wind bouwen, wat we kunnen. Maar ook importeren. Maar we zullen zeker heel veel gaan importeren. Oké. Laten we even naar het volgende verhaal gaan. E-fuels. We kennen die verbrandingsmotor, Rick. We weten inmiddels dat de Duitsers proberen uit het vuur te trekken bij de Europese Commissie dat ze de fossiele verbrandingsmotor die vanaf 2035 niet meer verkocht mocht worden, dat ze daar aan tornen. Dat levert ze een hele hoop kritiek op. Maar ja, de auto-industrie is zeer groot, zeer belangrijk en het is de grootste economie van Europa. Dus de Duitsers hebben wat in de melk te brokken daar. Die kunnen wat zeggen. Die zeggen nu, dit willen we. Als tegengeluid kwam gisteren nog, dat kan. Maar dan moet je zorgen dat je het duurzaam produceert. Even gewoon, setting the scene, stukje techniek. Hoe maak je een e-fuel? Hoe makkelijk is dat? Wat kost het aan energie? En hoe weegt dat ten opzichte van het andere? Je kunt een e-fuel maken, dus eigenlijk waterstof produceren. En die koppelen aan koolstofatoompjes. En die koolstofatoompjes die kunnen bijvoorbeeld uit de cementfabriek kunnen komen, die anders de lucht ingaan. Maar de meest vooruitstrevende vorm, dat heet dan direct air capture, dat stond ook op een van die plaatjes, daar haal je de CO2 uit de lucht, dat split je weer en dat koppel je aan het waterstof. En daar kun je dan methaan maken, methanol, DME, en daar kun je synthetische kerosine voor maken en je kunt ook synthetische benzine maken. Dat is eigenlijk wat e-fuel is. Dat is het technische ding. Dat is dus, het is techniek die bestaat. Ja, fissotrops bestaat sinds de Tweede Wereldoorlog. Precies, de Duitsers hebben het ooit bedacht, want die hadden een klein probleempje. Ja. Toen hadden ze een conflictje. Meneer Poetin heeft daar een speciale militaire operatie voor bedacht, geloof ik. Die hadden de Duitsers toen ook, maar dit terzijde. Maar in ieder geval, die e-fuel, dat is nu weer helemaal terug op het schaakbord. De vraag is het een betaalbaar verhaal? Is dit iets wat uiteindelijk die klassiekertjes van ons gaat redden? E-fuel zal steeds veel duurder zijn dan elektriciteit en duurder dan waterstof. Want je hebt elektriciteit en waterstof nodig om e-fuel te maken. Dus vergeleken, de getallen waar men nu aan denkt, is dat het straks misschien in de buurt van €3 per liter kost. Ja, we betalen nu bijna 2. Dat is dan productieprijs. Dus zonder accijns en zonder BTW. Dus nu kun je afvragen. Ik geloof dat de grote luchtvaartmaatschappijen betalen nu, schrik niet, 30 cent per liter kerosine. Ja, ja. 30 cent. En dat, als je nu dat wil doen, dan betaal je nu volgens mij €7. Ja, en op lange termijn zou dat €3 kunnen zijn. Ja. Dus de luchtvaartmaatschappijen, want die hebben eigenlijk geen andere keuze. Dus als je echt over de oceaan wil vliegen, dan is er geen andere keus dan die fuels. Er is geen andere keus. En maar dan praat je dus over flink hogere kosten. Het mooie is dat het wel uiteindelijk groen is, het is circulair. Mm-hmm. Maar
Het kost heel veel geld, omdat je al die apparatuur moet maken. Ja, dus en nog geef ik het woord weer terug aan Rick, want die kan... Maar het is, klimaatneutraal. Ja. En dan, als je zegt van ja, kijk, op elektriciteit betalen ook geen accijns. Dus als brandstof zou het eigenlijk alleen de productiekost zijn en distributie en de marges die je anders hebt. Maar die zitten dan in die 3 euro. En dan moet je afvragen welke toepassingen kun je verzinnen waar dat nog steeds een oplossing is. En ik denk dat je bijvoorbeeld, als je de nette benzine kunt maken, dan zou je die nog steeds in je oldtimer kunnen gebruiken om rond te rijden. Want die rijdt 1500 kilometer per jaar. Volgens mij is het voor die oldtimers echt een oplossing. En voor die dingen waar er geen andere oplossing is. Dus de long distance vliegtuigen, want daar is eigenlijk waterstof ook niet erg geschikt. Want je moet het waterstof heel erg samenpersen of vloeibaar maken onder hele lage temperaturen. Ja, dan is het eigenlijk veel handiger om het in kerosine om te zetten. Dat geldt ook voor zeecontainerscheepvaart. Ja. Dat is gewoon. Ik heb eens voor de gein uitgerekend hoeveel batterijen je in een containerschip moet leggen. En als dat in verhouding is tot de vracht, dan kom je geloof ik 2 dagen kan je varen, terwijl je 40 dagen moet varen. Ja, ja. Dat is een no-brainer. Dus daar moet je gewoon die solar fuels hebben. Dus ik verwacht dat over 20 tot 30 jaar betaalbaar wordt en ook de enige oplossing voor die grote modaliteit. Ja, is dat zo, Ad? Geen waterstof niet mogelijk? Nee, ik ben het wel eens met de lange afstand transport door de lucht. Daar heb je eigenlijk e-kerosine voor nodig, wat begint met waterstof en CO2. Gaan we niet direct uit de lucht halen, want wat is nou eigenlijk de goedkope bron van CO2? Dat is de recycling van plastic. We hebben alle fabrieken Enerkem in de haven staan. En uit de biomassa. Dus eigenlijk biogas gaan we ook omzetten in waterstof en CO2. En daar halen de biomassa reststromen dan, hè? Niet de biomassa die we gaan telen. En zo kom je aan goedkopere CO2 dan in feite uit de direct air capture. Maar je ziet wel een range. Kijk, als je naar vliegtuigen kijkt, dan denk ik dat die kleine vliegtuigjes met batterijen kunnen. Dan de mid-range heb je wel waterstof en de long-range grote heb je eigenlijk de SAFs. En dat geldt ook voor schepen. Wij zijn het hier eens. Ja, het is ongelooflijk. Ja. Ik zag net al dat je een glas water inschonk voor Ad, dus dat gaat goed. Ja, dus daar zie je eigenlijk ook wel weer een range komen. In dit soort, maar bijvoorbeeld op de TU Delft bouwen we nu zo'n mid-range toestel op vloeibare waterstof. En je ziet ook vloeibare waterstof, dat vinden we wel heel moeilijk. Maar bijvoorbeeld de trucks van Mercedes, die willen ze eigenlijk met vloeibare waterstof in de tank. We waren het eens nou over de luchtvaart, hè, niet over vrachtwagens. Hè, dus, ja, dat oké. Okay. Nou ja, goed, we kunnen nog kijken hoe ver we komen. Ja, Maar Losse, ik wil weer even terug naar die gewoon de gebruiker, de man met de auto, of de vrouw met de auto. Waar gaan we nou, als we nu zo'n beetje hier het hele verhaal doorakkeren, waterstof, zonde om te verbranden. Maar Ad zegt, anderzijds, ja, het kan natuurlijk best in een fuelcel, hè? Toyota biedt dat al. Is dat nou slechter of beter dan een ding met een echt accupakket wat we in de stekker pluggen? Wil je dat ik daar een antwoord op geef? Ja, graag. Nee, kijk, ik ben helemaal niet tegen of voor het ene. Ik denk dat die mix er zal zijn. Ja. En dat die mix veel meer afhankelijk zal zijn van de persoonlijke omstandigheden. In de omstandigheden. Laat ik een voorbeeld geven van, je kunt in Frankrijk kan je fietsen op waterstof kopen. Ja, precies. Zeg hij. Geweldig. En waarom is dat zo? Waarom is dat zo? In Groningen hadden we ook zo'n ambtenaar die bedacht om een fiets op waterstof te maken. En ik heb daar een column over. Jullie krijgen straks allemaal dat boek mee als je weggaat trouwens. Daar staat een column in over de waterstoffiets. Omdat je in de bergen anders niet zo ver komt. Precies. Ja, want dan sta je met je lege accu'tje aan de voet van de Mont Ventoux. Man, en die is hoog. Man, die Fransen die fietsen überhaupt niet, joh. Dus, Nee, maar eventjes, want dat is het verhaal. Die fuelcel. Het geeft aan dat je natuurlijk altijd naar je persoonlijke omstandigheden kijkt. Hè. Ik, bij het voorgesprek zei ik ook al, kijk nou naar India. Als ik daar ben en ik vertel over elektrisch rijden, dan zijn beide varianten interessant. Maar de waterstofvariant vinden ze nog voor een heel andere reden interessant. Want die produceert namelijk schoon water. Willen ze opvangen. Maar ze hebben een drinkwaterprobleem. Hè, dus je ziet, je moet altijd kijken naar waar is het. En wat vinden ze daar eigenlijk de interessante toepassing? Het is zo mooi dat jullie als makke schapen leiden door mijn draaiboek. Want hier staat nu wereld.
Wat verwacht ons panel? Verschillende markten, verschillende modaliteiten. Gaat dat inderdaad zoals ze altijd zegt? Ik denk het wel. Even uitzoomen vanuit Nederland nu, hè, waar we mooi met wind en zon en een regering die inzet op EV. Maar gaan we dat inderdaad niet zien, Riek? Dat we bepaalde pockets in de wereld overhouden waar het gewoon niet anders kan dan fossiel blijven draaien. Of waar het niet anders kan dan dat je daar kiest, meest efficiënt is EV of waterstof. Ja, ik denk dat we zijn met de transitie en Europa wil daar een voortrekkersrol in spelen. Ik denk dat andere continenten daar meer tijd voor zullen nemen en krijgen. China, dat zal iets langer duren. India, nog iets langer duren. Maar ook binnen Europa. Ik vraag me af hoe lang het zal duren voor bijvoorbeeld landen als Roemenië of Polen een goed verdeelnet hebben met elektrische laadinfrastructuur of met waterstof. Zelfs binnen een land. Hè. Kijk, in Frankrijk, we hebben gezien de Gilets jaunes. Die waren niet zo blij toen de prijs van de diesel plotseling omhoog ging. En die vinden zich in de steek gelaten. En dat hebben we recent in Nederland ook gezien. Hè, dat de mensen die in landelijke gebieden wonen zich in de steek gelaten voelen. Ja. Dus de overheid moet daar aandacht voor hebben. Wat ik een beetje jammer vind, is dat in de discussies die we nu hebben, die plug-in hybride die was helemaal verdwenen, blijkbaar. Maar zelf heb ik een pleidooi voor de range extended electric vehicle. Mazda die zal dit jaar verschijnen met een MX-30 met een klein motortje erbij. En dat heeft een batterij van nog een 18 kWh. Dan kun je het 85 kilometer mee rijden. Maar uiteindelijk, je totale range is 600 kilometer. Ja, omdat dat motortje bijdraait. Ja, dus er is geen vrees meer van ik kom stil te staan. En je hebt nagenoeg de autonomie. Of even, je rijdt nagenoeg evenveel elektrisch. Ja, als de echte elektrische auto. Alleen, de auto is iets goedkoper dan die Nissan Leaf met 50 kWh. Dus je hebt ook maar 30% van het lithium en van die metalen nodig die je anders nodig hebt. Dus maar je hebt nog steeds een verbrandingsmotor. Je hebt nog steeds een verbrandingsmotor. Dat had ik ook niet anders verwacht. Die kun je dan met e-fuel gebruiken, want dan kost dat ook bijna niks meer. Want je gebruikt hem bijna niet meer. Maar je hebt wel een oplossing. Kijk, het voordeel is niet zozeer dat ik pleit voor die verbrandingsmotor, maar dan kun je met de beperkte hoeveelheid lithium en zeldzame materiaal die er zijn, kun je dezelfde resultaten bereiken. Ja. En meer mensen de mogelijkheid blijven bieden van mobiel te zijn. Precies. Nou zie je die range extender eigenlijk als brandstofcel in de toekomst. En dat zie je ook in de stationaire toepassingen heel veel komen. Dat je combinaties maakt van batterij en een brandstofcel. Want zo kan je eigenlijk steeds ook tanken de grote dingen. Hè. Dus bijvoorbeeld als je nu kijkt naar de dieselaggregaat op de bouw. Nou, daar is het heel slim om een batterijpakket te hebben, maar met een brandstofcel die je dan ook met een tankwagen kunt vullen. Dus je ziet, hè, daarom, we zijn het er misschien in een aantal dingen niet eens, maar ik zie juist heel veel in de combinatie van deze twee technologieën. Batterijen en brandstofcellen. Ja, in eerste instantie denk ik niet aan brandstofcel, want ik zit altijd een beetje aan de goedkopere kant. Hè. Dus ik denk, mensen moeten het kunnen betalen. Vrachtwagens hebben een probleem van levensduur, maar personenwagens hebben we goede producten. Alleen, het is niet goedkoop. Dus een overgangsperiode waarin je met een verbrandingsmotor op waterstof of op e-fuel zo'n range extender kunt brengen, lijkt mij een zinvolle iets. Hè. Kijk, DAF, die verkent ook de mogelijkheid, net als alle fabrikanten, of ze geen verbrandingsmotor op waterstof kunnen gaan. We hebben er nog eentje bij, de Lean Burn Plug-in Hybrid. Nou, daar gaat de keuze. En bedankt. Dan moet je zo nog even snel op de Menti erbij zetten. Ja, het wordt wel lastig zo. Ja. Nog eventjes. Laten we het even proberen plat te slaan. Waar rijden onze kleinkinderen mee, mannen? Hangt er vanaf waar ze wonen. Je vroeg net naar de wereld. Ja, precies. Die geografische verschillen, infrastructuur, cultuur, alles gaat van invloed zijn. In Nederland, ik ben bang wel elektrisch. Ja. Je bent daar bang voor?
Nou, niet bang. Zeg je dat? Nou, omdat ik eigenlijk ook nog wel zo'n mooie oldtimer zou willen op termijn. Dus ik ben bang dat hij aan mijn neus voorbij gaat. Ik vond dat Petrushka wel een opening naar jullie veld gaf. Dat die oldtimer-regeling, die komt er wel. En ik denk dat die gewoon op die synthetische fuels mogen blijven rijden. Dat zou fijn zijn. Volgens mij hoorde ik dat haar zeggen. Ik heb met Carlo Brandsen wel eens, die zit daar, wel eens discussies gehad over Lightyear. Of dat nou zinvol was. Ik heb tegen Lightyear altijd gezegd, dus de wagen met de zonnepanelen. Ze gaan een doorstart maken trouwens. Ik heb altijd gezegd, de markt is natuurlijk niet Nederland. De markt is India en Afrika. Als jij dus behalve je waterproductie, wat ik een zinvol idee vind, ook je energiecentrale bij je hebt. Ja, dat is natuurlijk wel de toepassing waarbij je eigenlijk dat bouwen van een laadinfrastructuur kan overslaan. Net zoals dat de mobiele telefoon daar veel eerder was als de vaste telefoon. Dus ik ben het heel met je eens dat de verdeling over de aarde heel anders zal zijn als functie van het gebied. Maar als je mij vraagt waar... Ik heb mijn eerste kleinkind. Ik denk dat het voor personenauto's helemaal batterij-elektrisch wordt. No doubt in Europa. Ik denk zelfs dat vrachtwagens... het is zoveel goedkoper qua onderhoud en qua kosten. Ik denk dat vrachtwagens ook gewoon helemaal batterij-elektrisch worden. Ik vind het toch wel leuk dat ik hier op dit podium zit... van 125 jaar jubileum van de KNAK. Ik wil toch jullie allemaal nog geluk wensen daarmee. Mijn overgrootvader was een van de eerste die ook actief was in de KNAK, zo'n 110 jaar geleden. Hij schreef in een van zijn boeken in het voorwoord dat hij schreef toen in 1910, hij schreef: de elektrische auto is voorbij. Want de batterijen zijn te zwaar en ze zijn te duur en je kan niet ver genoeg. En nu 110 jaar later zeg ik, de achterkleinzoon van G.F. Steinboeg van de fossiele auto is voorbij. Opa. Het wordt nou elektrisch. Rijden. Opa was een fossiel, dat is precies. Ik hoor Ad, denken, waar rijden de kleine kinderen mee? Ad, vertel het er maar. Ik ben het voor een groot deel met Maarten eens wat betreft Nederland. Ik denk dat hier de grootste penetratie batterij elektrisch is. Maar dat heeft inderdaad te maken met hoe wij hier... wat ik al eerder zei, geloof ik, het is een klein land. Wij zitten elke dag, rijden we naar ons werk en weer terug. Maar ik heb zelf bedrijven in Duitsland gehad. Nou ja, daar had ik in Keulen een bedrijf. En dan kwamen mensen uit Hamburg of Bayreuth. Die kwamen zondag gaan ze dan naar een pensionnetje. En donderdagavond gaan ze weer terug. Met een rottreinvaart natuurlijk, hè, want dat willen die Duitsers nou eenmaal. Maar dat is een heel moeilijk om die... om die auto's op alleen batterij te krijgen. En dat is weer een ander, dat is een andere cultuur, omstandigheid. Dus het hangt erg van af van waar ben je, wat is precies de situatie die in dat land is. En dan zie je hier dat wij veel makkelijker naar die batterij-elektrische auto's kunnen dan dat in Duitsland zal gebeuren. Oké, duidelijk. Misschien toch nog even... als ik denk aan de toekomst, dan denk ik dat we misschien wel in een situatie komen waar we een ander mobiliteitssysteem hebben. De meeste mensen denken van, we hebben wat we hebben en dat willen we zo houden. Maar misschien rijden ze met een elektrische bus, een elektrische step en een elektrische fiets. En nu en dan is een deelauto. Ja. Dat zal de Hyperloop. Dat zal bepaald worden door... de evoluties die we nu op dit ogenblik niet kunnen zien. Kennen. Nee, is leuk. Kom ik zo nog even op terug. Maar even nog naar die klassieke auto's. Maarten zei, we gaan op die e-fuels rijden. Daar komt een plan, absoluut. Er is ook nog een andere optie en dat is een klassieker ombouwen naar elektrisch. KNAK is daar mordicus tegen. Je hoort dat hier ook. Ja, dat hoor je hier ook. En dat is ook absoluut not done. Ik wil daar één voorbeeld van geven. Wie heeft het huwelijk gezien van Prins Harry en zijn Meghan Markle? Waar reden ze mee? Met een E-Type, met een batterij erin. Wat is daarna gebeurd? Ze hebben een serie op Netflix en ze zijn uit het Koningshuis geflikkerd. Dat moet je niet willen. Nee, maar het is maar even dat we het weten. Dus daar moet je echt niet aankomen. Nooit. Goed zo. Uitsmijter, mannen, want we zijn bijna door de tijd. Dit vond ik een hele aardige. En Wouter die zei het al in zijn opening speech. The Great Manure Crisis. Onder veel mensen zeer bekend. 1894 schreef de Times in Londen. Over 50 jaar zal elke straat in Londen bedolven zijn onder 3 meter mest. Dan spraken we dus over 1944. Toen zat het land midden in de oorlog, wisten ze ook niet. De redenering was dat er meer paarden nodig zijn om de mest af te voeren.
En die paarden produceren nog meer mest en dan krijg je een probleem. Daarnaast, dat deed zich ook voor New York en San Francisco. Paarden die daar gebruikt werden als lastdieren, ja, die gingen ook dood nadat ze gebruikt waren. Die liet je 3 dagen in de goot op straat liggen. Dan hadden ze namelijk rigor mortis, kon je ze makkelijk verzagen en afvoeren. Want anders stond je letterlijk aan een dood paard te trekken. Niet handig. 2-wekelijkse conferentie in 1898, kan je nagaan, dat was het jaar dat de KNAK werd opgericht. Er zou een conferentie zijn waar alle wereldleiders samenkwamen om daar te praten over de Great Manure Crisis. Niemand loste het probleem op. En waar kwam uiteindelijk de oplossing? De auto, de verbrandingsmotor of de elektromotor. Toen was inderdaad de keuze van wat gaan we doen. Maar dat is wel de wijze les. We moeten misschien ook af en toe even naar de andere kant kijken. En toen zag ik deze week een heel mooi verhaal. Rolls-Royce gaat mini-kernreactoren bouwen die ze straks in schepen groot transport gaan inzetten. Maar ja, als je dat kan miniaturiseren, kan dat niet ook in een auto? De kernreactor, is dat niet de kans van de eeuw, mannen? Volgens mij hebben we één column, heeft Carlo van der Weijer een column geschreven, ja, over de auto op de kernreactor. Ja. Kijk, een van de belangrijkste dingen die ik zelf nu aan het leren ben, nu ik mijn focus een beetje heb verlegd naar batterij-elektrisch vliegen, is dat de hele veiligheid, certificering en onderhoud van vliegtuigen essentieel is. 30% van de kosten van vliegen is onderhoud. En dat wordt zoveel eenvoudiger met een batterij-elektrische aandrijving. Ik moet er niet aan denken dat je een kernenergiemachientje in een vliegtuig hebt. Moet je je voorstellen wat dat betekent voor onderhoud en voor maintenance. Dat zijn gigantische kosten. Dus alles wanneer je kleinschalig het maakt, dan moet het eigenlijk zo principieel simpel zijn. En anders moet je het grootschalig doen. Dus grootschalige kernenergiecentrales zijn denk ik relatief veel makkelijker qua kostprijs in de hand te houden dan hele kleinschalige. Dus ik met name de onderhoudskosten die je dan hebt. Ik denk dat. Maar ik vind het geweldig dat er onderzoek gebeurt. Je moet overal onderzoek naar blijven doen. Dat is het verhaal. Dames en heren, uw applaus voor de panelleden. Ad van Wijk, Maarten Steinboeg, Robin Geijer en Rick Baart. Dank jullie wel. En ik denk dat we gaan straks zien wat de uitkomst is van de vormdiscussie. Of dit de geest op een andere manier aan het werk heeft gezet. Dames en heren, ik wil jullie uitnodigen. We gaan naar de Great Hall, dat is hiernaast, voor een korte pauze. Kwartiertje. U wordt vanzelf weer binnengehaald, maar niet langer dan kwartier. 4:15 zijn we hier terug. Dan zijn die studenten van de TU er. Met hun elektrische auto. Tot zo.
Dames en heren, u heeft allemaal uw plekje weer gevonden. En als het goed is, is de dorst wat gelest. Na een mooie discussie, denk ik. We gaan naar, ja, hoe kan het ook anders, een club die 125 jaar bestaat. Die bestaat niet voor niks zo 125 jaar, omdat hij altijd ook naar de toekomst kijkt. Dat hebben we net gedaan, maar uiteindelijk, je weet het, de jeugd heeft de toekomst. We hebben jeugdigen, studenten aan de TU Eindhoven. Julia en Stijn, die zijn hier, zijn van In Motion. En ze zijn een raceauto aan het bouwen, die absoluut gaat winnen. Helemaal elektrisch. Nou, ik geef ze het woord. Julia, Stijn. Super. Aan jullie. Bedankt. Allereerst wil ik eigenlijk beginnen met een vraag richting het publiek. Stelt u zich voor, u hebt een elektrische raceauto. Sommigen onder ons hebben dat al. En u wilt op vakantie gaan of een lang stuk rijden, wellicht met het gezin erbij. Hoe lang bent u dan bereid om tussendoor langs de weg te staan om uw auto te laden? Allereerst ben ik benieuwd, wie zou langer dan 20 minuten bereid zijn om te wachten? Laten we zeggen 20 tot 30 minuten. Graag zie ik handen. Handjes, even kijken. Dat zijn er toch al best een aantal. Best een aantal. Ja. Okay. Laten we zeggen, het is 10 tot 20 minuten. Wie zou daartoe bereid zijn om dan toch wel even langs de weg te staan om weer door te kunnen? Dat zal meer moeten zijn. Kijk, dat zijn al Kijk. Best wel wat. En laten we zeggen, deze laadtijd is onder de 10 minuten. Dus dat komt echt in de buurt qua tanken, enkele minuten. Ja, dat zou toch fantastisch zijn? Kijk, dat is al een groot aantal van jullie. Natuurlijk kunnen we nu met de benzineauto, laten we zeggen, in ongeveer 2 minuten tanken en weer door. En dit is precies het gat wat wij als studententeam In Motion willen dichten en waar wij aan werken. Ik ben dus Julia Niemeijer, teammanager van In Motion. En naast mij staat Stijn van der Werken, de technisch manager van het studententeam. En wij gaan jullie vandaag vertellen hoe wij de energietransitie in de automotive industrie willen versnellen. Zoals jullie hier zien, hebben we een ontzettend groot studententeam. Ondertussen zijn er meer dan 80 studenten actief bij ons project, het bouwen van een elektrische LMP3 raceauto. Ook afgelopen zomer zijn we weer met 16 studenten gestart die echt volledig een jaar ertussen uitpakken om aan dit project te werken. We leggen onze studie op stil en we werken fulltime aan het project om dus een elektrische LMP3 raceauto te bouwen. Dit doen we ook nog met een aantal parttimers. En natuurlijk zijn ook oud-leden van voorgaande jaren ontzettend belangrijk. Het is een doorlopend project, dus het wordt jaar op jaar overgedragen. We waarderen heel erg alle kennis die binnen het team zit. En dit dragen we dan ook heel erg graag over. We zitten hierbij met studenten van de Technische Universiteit, ook van de Fontys. En we hebben technische studies binnen het team zitten die ook werken aan de auto. Die de auto rijklaar maken en werken aan de ontwikkelingen van het batterijpakket. Maar ook hebben we juist meer de businesskant erin zitten. We hebben een groot partnernetwerk. Natuurlijk hebben we ook social media waarop we actief zijn. Dus ook die studies als technisch bedrijfskunde, industrieel ontwerpen, dat komt ook volledig terug binnen het team. Het is dus echt een multidisciplinair studententeam. Dit team is 10 jaar geleden is dit begonnen. En dit is begonnen niet in Eindhoven. Het is begonnen door 3 studenten op de Hogeschool in Utrecht. En zij zochten eigenlijk een afstudeeropdracht. Hiervoor hebben ze hun passie voor het racen gecombineerd met hun passie voor duurzaamheid. En hiermee hebben ze deze Formule 3 raceauto gemaakt op bioethanol. Dit was toen een afstudeeropdracht. Nadat ze deze succesvol hadden afgerond, zijn ze verhuisd naar Eindhoven. En daar zijn ze toch geswitcht. Hadden toch meer hun voorkeur liggen uiteindelijk bij het elektrisch rijden. En toen hebben ze de Formule 3 auto, volledige elektrische Formule 3 auto die jullie hier op het scherm zien, de Fusion, hebben ze gemaakt. Het was een ontzettend snelle auto. Zoals jullie kunnen zien rechts op het scherm staan er 3 elektrische ronde-records, waarvan de 2 bovenste nog steeds staan. Daar zijn we ontzettend trots op. Waar we eigenlijk wel tegenaan liepen, racen kon die ontzettend snel. Maar wanneer we heel snel een aantal rondjes hadden gereden, stonden we toch vrij lang met de auto te laden. Deze laadtijden waren voor ons ontzettend lang. We waren onze hele dag eraan kwijt en we zagen maar een paar rondjes de auto voorbij komen. Natuurlijk heel erg jammer. En dit is een probleem waar wij tegenaan liepen met onze elektrische raceauto. En waar de consument toentertijd ook wel tegenaan liep met de personenauto, de elektrische auto. Het laden ging niet snel genoeg. En velen gaven toch nog de voorkeur aan een benzineauto.
Dit is dan ook toen wij de switch echt als emotie maakten naar we willen sneller kunnen laden. We willen inderdaad dat u op vakantie gaat en dat u kunt zeggen binnen een paar minuten is mijn auto weer vol en kunnen we weer door. En dat dat geen barrière hoeft te zijn. Daarbij focussen we dus ook echt op het gebruiksgemak. We hebben hier een mooie term voor, electric refueling. Wat betekent dat je net zo snel je auto kan laden als je auto kan tanken. En hier werken wij dan ook hard aan met het studententeam om dit mogelijk te maken. Toen zijn we eigenlijk gaan focussen op het endurance racen. We hadden 2 Formule 3 auto's gemaakt en toen gingen we de switch maken naar het endurance racen waar 2 verschillende auto's bij komen kijken. Aan de ene kant heb je natuurlijk de uitdaging van zo lang mogelijk kunnen rijden. Maar daarnaast heb je ook de uitdaging van wanneer je van de baan bent, zo snel mogelijk weer kunnen laden en weer door kunnen gaan. Nou, allereerst het zo lang mogelijk kunnen rijden kwam naar voren bij deze auto die we hebben gemaakt en die heet de Vision. Dit is een mock-up en deze is volledig gedesigned door het studententeam. En deze auto is 10 keer aerodynamischer dan een Formule 1 auto. Het is helaas een mock-up, want als we hiermee op de baan zouden willen rijden, dan moet je een crashtest doen, dan moet je de auto de muur inrijden. En dat is helaas vrij zonde om te doen. Dus deze auto was voor de lange afstanden. En daarnaast hebben we ook een auto om dus echt te focussen op dat snelle laden. Om echt die laadtijd te verlagen en echt naar dat electric refueling, dus het echt dat net zo snel laden als tanken, toe te kunnen werken. En hier hebben we ons ontzettende mooie auto voor, de Revolution. Een auto die echt rijdt op de baan, die snel kan laden en die dit nu al ontzettend goed mogelijk maakt. Een laadtijd waar we ontzettend trots op zijn, is een laadtijd die we hebben behaald 2 jaar geleden. En dit is dat wij de Revolution met het eerste batterijpakket in 12 minuten kunnen opladen. Nu vraagt u zich wellicht af waarmee u dit kan vergelijken. Capaciteit is net zo groot als die van een Tesla Model 3. Kan gebeuren. Dus 12 minuten is de laadtijd waar wij momenteel op staan. En nog steeds werken we ontzettend hard. En hier zal Stijn straks ook meer over vertellen om dit nog verder terug te brengen. Nu vragen jullie wellicht af, hoe krijgen jullie die laadtijd van 12 minuten voor elkaar? Daar zal ik ook een korte toelichting over geven. U kent het misschien wel, wanneer u uw telefoon oplaat en het stopcontact steekt, dan kan deze wel warm worden. Dit speelt natuurlijk al helemaal wanneer een batterijpakket, wat bestaat uit veel meer cellen, gaat u na een telefoon nog voor 1 cel een batterijpakket 1000 keer zoveel. Daar komt ontzettend veel warmte bij vrij. Hitte is ontzettend slecht voor de batterij, waardoor ze degraderen, actieradius verliezen. En dit is precies waar wij als studententeam aan werken. Wij passen innovatieve koeltechnologie toe, waarmee we dus die hitte kunnen tegengaan en de batterij goed gekoeld kunnen houden, waardoor we dus ook snel kunnen laden. Even kijken. En hierbij wil ik graag even het woord doorgeven aan Stijn, die nog verder erop in zal gaan hoe dit binnen onze auto, de Revolution, terugkomt. Dankjewel, Julia, voor de hele duidelijke uitleg. En inderdaad, die 12 minuten is al iets heel bijzonders wat wij neer hebben gezet. Maar hoe doen we dat eigenlijk als een studenten van ongeveer 16 man fulltime in Helmond? Ja, dat kunnen we eigenlijk hier heel goed zien als we onze engine cover ervan afhalen. Allereerst wil ik het eventjes hebben over het chassis in het algemeen. Zoals Julia zei, onze absolute vision is om zelf een aerodynamisch geoptimaliseerde auto te maken. Helaas hebben wij daar gewoon niet de financiële middelen voor. Dus wij hebben ingekocht eigenlijk een bouwpakket. En dit is van Chinetta. Een G58 chassis heet dat. En wat wij eigenlijk hebben gedaan, wat u hier ziet, de achterkant. Daar hebben we de brandstofversnellingsbak, de V8 die erin zit, hebben we er allemaal uitgehaald. En daar hebben wij ingestopt een elektrisch batterijpakket. Dus we zijn een batterij-elektrisch voertuig. En ook een heel mooi stukje wat wij, engineering wat wij zelf hebben gedaan, is ons blauwe subframe, wat u hier ziet. Dit subframe hebben wij zelf ontwikkeld. Hebben we ook krachtsimulaties aangedaan. Het heeft een veiligheidsfactor 2. Dat betekent dat er 2 keer zoveel krachten op zouden kunnen komen dan dat het frame ooit gaat zien in een raceomstandigheid. Dus ook de veiligheid is voor ons heel belangrijk. Een ander mooi stukje aan dit subframe is dat hier tussen passen 2 elektrische motoren. Eentje voor elk achterwiel. We zijn dus achterwiel aangedreven. En elke elektromotor heeft zijn eigen versnellingsbak. We hebben geen meerdere versnellingen, we hebben er eentje.
En het mooie is dat wij geen één enkele aandrijfas hebben. Elk achterwiel krijgt zijn eigen aandrijfas. En dat betekent dat je via software kan bepalen of een binnenste wiel of een buitenste wiel iets meer vermogen krijgt. Oftewel, je kan veel sneller. Hoe snel kunnen we dan, is de vraag. Nou, wij hebben een versnellingsratio in deze auto zitten waarmee wij een gesimuleerde topsnelheid van 300 km per uur kunnen behalen. Iets wat uiteindelijk nodig zal zijn voor het endurance racen. 0 naar 100 doen wij in 4 seconden. Nu moet ik wel eventjes de kanttekening zeggen dat dit al verschrikkelijk snel is, maar nog niet eens onze hoofdfocus is binnen Emotion. Die hoofdfocus is namelijk het batterijpakket. En dat is de doos die u hier ziet. En ik denk dat ik hem er hierbij heb. Ja, het batterijpakket. Het gave van dit batterijpakket is dat dit in een battery box zit. En deze batterijdoos zit tussen de monocoque en ons blauwe frame. En dit is ook echt een structureel onderdeel. Dus het is niet alleen doodgewicht wat we meenemen. Het zorgt ook echt voor de stijfheid en ja, de voertuigdynamica van de auto. Zodat we ook snel over het circuit heen kunnen. Vervolgens is dit batterijpakket opgebouwd uit 30 modules. Een module is een groepje van 12 cellen. En met dit pakket, zoals ik al zei, kunnen we dus in 12 minuten opladen. We hebben een capaciteit van 57,6 kWh. Dat is ongeveer een gemiddelde capaciteit die je nu in een consumentenauto zou verwachten. En ja, wat Julia zei, wij bereiken die laadtijd door onder andere goed te kunnen koelen. Nu ga ik laten zien hoe wij dat doen. Dat doen wij op deze manier. Wij doen dat met vloeistofkoeling. Wij hebben aan de zijkanten van de auto hebben wij radiatoren zitten. En die vangen rijwind op die de auto tegenkomt als de auto rijdt. Vervolgens loopt er allemaal vloeistof, koelvloeistof, door die radiatoren heen. En daarmee wordt de hitte van de batterijen gewisseld met de buitenlucht. Vervolgens zie je dat die koelvloeistof binnen bepaalde delen van het batterijpakket komt. En dat komt tussen de modules in. Dus op het moment koelen we tussen elk groepje van 12 cellen. Zo'n module kan je zien als eigenlijk een doos. En tegen één vlak van die doos koelen wij. Wat is nou het probleem waar we achter zijn gekomen? Is dat eigenlijk tegen één kant van zo'n doos, dat is niet genoeg koeling om je laadtijd omlaag te krijgen. Dus om sneller te laden. Dus onze uitdaging was, hoe krijgen we die laadtijd omlaag en dus een beter gebruiksgemak? We moeten dieper gaan koelen met ons pakket, oftewel meer gaan koelen. Dus wat wij nu in ons jaar aan het doen zijn, is wij zijn aan het ontwikkelen niet een module niveau koeling, wat we al hebben gedaan. We zijn aan het ontwikkelen cel niveau koeling. En dat betekent dat wij tussen elke batterij een stukje koeling gaan zetten, een koel element. En het voordeel daarvan is dat we veel meer oppervlakte hebben waar we die cellen kunnen aanraken. In plaats van één vlak van de doos raken we elke cel aan twee kanten aan. En dat zorgt ervoor dat we onder andere de laadtijd een stuk lager kunnen krijgen. Dus dat is het hele interessante wat wij aan het doen zijn in ons jaar. Toen hadden we nog één probleem. Want dit is even belangrijk om te vertellen. Een batterij mag niet warmer worden dan 45 graden. Daarboven is het gevaarlijk om zo'n batterij op te laden of leeg te maken. Wat nou als je gaat racen en het is een warme dag, 40 graden, dan kan het prima zijn dat het asfalt, waar veel auto's overheen gaan, makkelijk 50, 60 graden wordt. En je kan niet met 50, 60 graden lucht iets naar 45 graden koelen. Dus dat was het tweede probleem. Wat moesten wij daarvoor ontwikkelen? Dat hebben wij de refrigerant loop genoemd. En dat is een hele chique Engelse term voor eigenlijk airco. Dus wat de uitdaging was, is wij hebben een airco-systeem op een motorsportwaardige manier in onze auto gebouwd. En dit zorgt ervoor dat we door middel van faseovergangen, dus met compressoren van gas naar vloeistof, zorgen wij ervoor dat we ook onder de omgevingstemperatuur kunnen koelen. En zo zorgen we er dus voor, samen met de vorige koelingloop die u ziet, zorgen wij ervoor dat onze cellen altijd de juiste temperatuur hebben, zodat wij zo snel mogelijk kunnen laden. Nu hebben wij al testen gedaan met het celniveau koeling wat we aan het ontwikkelen zijn. En het doel van ons jaar en een laadtijd die wij willen bereiken komende zomer is enkele minuten. En dan komen we toch stiekem al heel erg dichtbij het electric refueling wat wij als studententeam in Motion voor ogen hebben.
En wij willen dan ook deze zomer onze laadtijd presenteren. En dan durf ik wel met enige zekerheid te zeggen dat wij een van de snelst ladende, of misschien zelfs wel de snelst ladende elektrische auto ter wereld willen zijn. En dat is wel, mag ik persoonlijk zeggen, een hele gave prestatie als wij die neer mogen zetten. Dus dat is ja, eigenlijk het technische aspect wat wij aan het doen zijn. En dan wil ik eigenlijk het woord weer aan Julia geven. Ja, wat wij uiteindelijk heel erg graag willen doen met het project waar wij mee bezig zijn, is dat wij eigenlijk heel erg graag studenten, bedrijven, organisaties en de hele maatschappij graag willen inspireren met onze unieke raceauto's. En uiteindelijk natuurlijk de energietransitie in de automotive industrie willen we heel erg graag versnellen. Zoals al gezegd is, dat electric refueling net zo snel kunnen laden als kunnen tanken, dat willen we ontzettend graag waarmaken. En dat doen wij ook in het racen, de zwaarste omstandigheden. We geloven echt, als het daar kan, dan kan het overal. En onze ultieme droom als team is om mee te doen aan de 24 uur van Le Mans. De race der races. En dat is dan ook echt een droom waar wij ook heel erg graag eigenlijk stiekem naartoe werken. Ik heb dan nu nog een filmpje voor jullie. Ik hoop dat het geluid niet al te hard staat. Maar hier kunnen jullie een beetje een beeld krijgen hoe onze auto, de Revolution, terugkomt op de baan. En hoe wij als studenten eigenlijk zo'n rijdag, zo'n testdag beleven. Misschien is het jullie al opgevallen. Ik krijg alsnog wel vaak de vraag, mogen jullie er zelf ook in rijden? Helaas is dat een nee. Zoals jullie misschien hebben kunnen zien, werken we met professionele coureurs die een racelicentie hebben. En veiligheid staat natuurlijk voorop, dus helaas mogen we zelf geen ritje rijden. Oh. We zijn natuurlijk een groep studenten, maar dit kunnen we zeker niet alleen. Zoals jullie op deze slide kunnen zien, werken we met ontzettend veel partners samen die ons op verschillende manieren ondersteunen. En daar zijn we dan ook echt ontzettend dankbaar om ook samen met hen komend jaar weer een ontzettend mooie mijlpaal te kunnen neerzetten. En toch nog dichter bij dat electric refueling te kunnen komen. Dus zonder hen is het absoluut niet mogelijk. Ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht. En ik wil vooral ook nog tegen jullie zeggen, mochten jullie straks nog vragen hebben, wellicht met ons meewerken aan de energietransitie te versnellen in de automotive industrie, kom vooral naar Stijn, naar mij toe. Ook onze collega Mike Broosjes zit in de zaal. Wij zijn straks zeker bereid om nog met jullie het gesprek aan te gaan. Dus twijfel niet en spreek ons vooral aan voor al uw vragen. Alleen maar gezellig. Ja, alleen maar gezellig. En dan nogmaals de KNAK heel erg bedankt ook. En het publiek heel erg bedankt voor jullie aandacht. En dank jullie wel. Dankjewel. Julia en Stijn. Ik vind het hartstikke mooi. Als je nou kijkt naar die beker uit 1908. En je ziet er wat jullie met een studententeam. Ik vind het echt jeetje wat een prestatie.
Man, 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 wat knap. Dat is toch wel heel geweldig. Maar dit is ook wel iets in de LMP3, in Le Mans, en dan je hebt de 1, 2 en 3. Er moet nog wel een hoop gebeuren, wil je daar ook winnen, hè? Want 4 seconden van 0 naar 100 is net een beetje langer dan volgens mij. Ja, er moet inderdaad nog een hoop gebeuren voordat we ook daadwerkelijk op die 24 uur van Le Mans kunnen staan. Ja. En wat wij daarom ook doen, is wij moeten ook gewoon oefenen. Want wij zijn tot nu toe alleen een R&D-team geweest, maar wij zullen ook ervaring moeten krijgen als echt een raceteam. Dus we zullen beginnen met een 1-uursrace en langzaam maar zeker schalen wij op naar die 24 uur. Maar dat is niet het doel, het is inderdaad die electric refueling, dat blijft hangen. Kost je een jaar van je leven, hè, dit? Is dat het waard, jongens? Je wordt er wel 10 jaar ouder van. We zijn natuurlijk allemaal nog studenten. En ik kan wel zeggen, ik heb vorig jaar mijn bachelor afgerond. Ontzettend veel geleerd tijdens de technisch bedrijfskunde. Vooral heel veel vakken gevolgd, colleges aangehoord. Maar toch zo'n jaar dat je in praktijk bezig kan zijn. Toch echt al je kennis kan toepassen, maar vooral heel veel nieuws kan leren. Je maakt dingen mee die je normaal in de collegebanken absoluut niet mee zal maken. Je hebt gesprekken met partners, je leert bedrijven kennen, je leert aan een auto werken wat uniek is. Dat jaar gaat veel te snel voorbij. Ja, ja. Het is een beetje jammer dat maar een jaar duurt. Het is jammer. Ja. Zeg die techniek, als je dit regelt, want als je in de kijker speelt bij op Le Mans, daar rijden ook teams als Audi en Toyota mee met hybrids op dit moment al. Die gooien hoge ogen, hè, dat is Peugeot. Toch teams waar veel geld in gestopt wordt. Kijken die nog met argusogen naar wat jullie doen? Zit er wel eens een spionnetje langs de baan? Zover wij weten nog niet. Vooral omdat wij qua tot zover met dit eerste generatie batterijpakket nog geen pitstopwaardige laadtijd hebben. Een 12 minuten laadtijd is gewoon een paar rondjes Le Mans die je dan achterloopt. En als je dan maar 2 rondjes Le Mans kan rijden, ben je al snel 5 keer ingehaald. Maar dit jaar willen wij dus een stuk dichter bij dat electric refueling komen. En als wij dan zo'n mooie laadtijd kunnen presenteren, dan zou het best kunnen zijn dat mensen nieuwsgierig worden. Je zei heel diplomatiek, Stijn, enkele minuten. Enkele minuten zijn er 2. Kan ik nog niet heel veel over loslaten. Maar willen we wel, het komt wel in die richting dus. Dat horen jullie in jullie van ons. Dat horen we in jullie van jullie. Is er ook een studentteam in de TU Delft, die rijdt met een verbrandingsmotor, die moet altijd lachen, die zegt, ja, met lean burn, hoef je niet op te laden. Hebben ze wel gelijk, hè? Maar zijn zij nou de fossielen die met fossiele motoren bezig zijn en jullie de toppertjes die met EV bezig zijn? Of hoe zie je dat? Ja, hebben we er een discussie over gehad? Ja, ik denk dat we wel weer een beetje tussen de Delft-Eindhoven discussie terechtkomen. In principe zijn het 2 verschillende wegen naar Rome. Uiteindelijk ligt de focus op die duurzame mobiliteit en dat laten zien door te gaan racen. En wij willen dat doen op de manier die nu in Nederland het meeste wordt toegepast en dat is het snelladen. En daarom hebben wij ook die connectie naar de consument. Wij gebruiken eigenlijk dezelfde snellaadstekker die je op de snelweg vindt en dat resoneert. 1 ding, hè. Die Ginetta, waar die V8 in hoort, dat geluid missen we. Ja, maar het voordeel is dat we later in de late uurtje bij Zandvoort wel op de baan mogen rijden. Dat dus is waar. Ook zijn dat voordelen. Is wel waar. Julia, Stijn, dankjewel. En ontzettend veel succes, jongens. Ja, dankjewel. Ook dankjewel. Ja, dan wil ik heel graag het woord geven aan Frits van Brugge, voorzitter van de rijvereniging. Jarenlang was hij hier tegenover de grote baas van de ANWB. Frits, het is een eer en genoegen je te mogen uitnodigen en jouw visie te horen op ons thema van vandaag, energie in mobiliteit. Frits van Brugge. Kruisend verkeer, ja, die laat je dan toch. Dat is nog ANWB, hè? Dat voorlaten, file, file, file. Verder geen sheets bij me. Laten we eens beginnen met de knak te feliciteren. 125 jaar. Beste Wouter, beste Peter als voorzitter en als directeur. En u allemaal, ik weet niet, zit er een niet-knaklid in de zaal? Durft iemand zijn vinger op te steken? Het zijn toch een aantal niet-knakleden. Peter, ik zou zeggen bij de uitgang, heren, dat kan toch niet. Dit is, als je kijkt naar 125 jaar knak, dat is het dus begonnen in 1898. In 1898 is ook mijn grootvader geboren, Frits van Brugge. Dat is dus 125 jaar geleden. Hij zou dus dit jaar 125 zijn geworden.
En als je eigenlijk kijkt over die hele lange periode van die 125 jaar, heb ik daar precies de helft van meegemaakt. En de eerste helft niet. En als je kijkt, en ik kom daar later op terug, is het die verandering die mijn grootvader heeft meegemaakt, in mobiliteit, is echt gigantisch. Mijn overgrootvader, nog weer 20, 30 jaar daarvoor, was de oprichter van de Groningse Fietsclub. En die is in 1883, toen zat mijn overgrootvader in het bestuur van de Groningse Fietsclub, opgegaan in de ANWB. Hij is overigens niet in het bestuur van de ANWB gekomen. Dat roept mijn familie de hele tijd dat hij een van de oprichters van de ANWB is, maar dat is dus onjuist. Maar terug naar die tweede 60 jaar, 62,5 jaar, die heb ik meegemaakt. En er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd in die afgelopen, tenminste ik heb het niet echt meegemaakt, dat we zo anders mobiel zijn geworden. Wat we wel bereikt hebben in die periode is met name in die tweede 60 jaar dat het veel veiliger is geworden, dat de bereikbaarheid van Nederland eigenlijk, ook zeker als je uit het buitenland komt, we mopperen natuurlijk nu wel weer op de files, maar eigenlijk heel erg goed is. Het is niet zo schoon als we willen, hè, maar het is veel schoner dan 60 jaar geleden. En dat viel me heel erg op zo net vanuit de overheid. Ik denk wat heel belangrijk is, dat het ook zo betaalbaar is. Moet natuurlijk altijd, als je een Nederlander vraagt, is het betaalbaar? Wat vindt u van de prijs? Zegt hij, is altijd te duur. Je kunt nooit een prijsonderzoek in Nederland doen. Onmogelijk, we vinden alles te duur. Maar het is natuurlijk toch heel betaalbaar. En dat is toch wel iets heel moois dat we dat met elkaar bereikt hebben. Het was eigenlijk uit de tijd van Den Uyl, begin 70e jaar, dat hij zei, elke arbeider een auto. En dat is gewoon gebeurd. We hebben gewoon 9 miljoen auto's in Nederland. En dat is een heel groot goed. En dat oerinstinct wat we eigenlijk met z'n allen hebben, dat mobiel willen zijn en overal naartoe willen gaan. Dat wordt door jouw collega, die roept altijd 1 uur en 6 minuten per dag mobiel zijn, ben je op je gelukkigst. Dus eigenlijk zitten we in de gelukbusiness. En dat is al uit het stenen tijdperk. Daar gingen we op jacht, ook niet al te lang. Want dan werden we te moe. En zo zie je dat dus al een hele tijd. Trouwens, even over die paarden. In die 19e eeuw, begin 20e eeuw, zijn die paarden dan verdwenen in Londen. En zijn die auto's daarvoor in de plaats gekomen. Eén ding valt me wel op, als je in Londen bent, dat de snelheid van het verkeer sinds de introductie van het paard niet is veranderd. Dat is nog steeds hetzelfde. En als je nu kijkt terug naar nu. Ik heb een kleinzoon, dat is weer een FJ van Brugge, die is 3 jaar geleden geboren. Dus als je nou denkt, als hij nu over 60 jaar zou kijken, dan zitten we dus in 2083. En we zitten natuurlijk enorm te worstelen met die mobiliteit en het moet schoner, het moet veel schoner. Maar nu is het is dus heel moeilijk voor te kijken, we willen dat allemaal in een paar jaar proberen voor elkaar te krijgen. Maar denkt u ook niet, als we in 2083 leven, dat mobiliteit super schoon is, dat het veilig is en dat het betaalbaar is en dat het voor iedereen is en dat die bereikbaarheid op orde is, daar streven we toch gewoon met z'n allen naar. En dat is denk ik waar we heel erg op moeten letten in de periode waarin we nu zitten. We moeten heel erg op letten dat die veiligheid goed is, die bereikbaarheid, die betaalbaarheid. En we focussen nu heel erg op schoon. En dat is superbelangrijk, dat is duidelijk, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Dus vanuit de RAI-vereniging, voor degene die het weet, RAI komt ook uit de 19e eeuw, staat voor rijwiel- en automobielindustrie. Dus RAI-vereniging vertegenwoordigt de mobiliteitsindustrie, zo'n 700 bedrijven in Nederland. U zag het ook nu net met de studenten, wij mogen ongelooflijk trots zijn op onze maakindustrie in Nederland. Ik kende het vanuit mijn AWB-tijd natuurlijk wel enigszins, maar ik bezoek nu vele leden. Ik was vorige week nog bij DAF Trucks en overigens zie je daar dat er 600 trucks per dag de productielijn afgaan, per dag. En de e-line, de e-truck, die kunnen ze nu ook gaan maken en ze worden niet besteld. Daar kom ik zo op terug. Toch ook interessant. Hoe kan dat? Nou, die RAI-vereniging, nou, waar we er dus mee te maken hebben, dat we natuurlijk vanuit die industrie natuurlijk ook zeggen, kan niet waar zijn dat je tegen de klimaatdoelen bent. Dus daar ga je voor en daar ga je ook maximaal voor. Die industrie moet daar totaal klaar voor zijn. Wat wij wel merken, en daar kom ik zo op terug, ook, we hebben een doel, zijn we met z'n allen de hele tijd mee bezig, heel veel beleid, maar denken we nou wel voldoende na over de uitvoeringskant? Hoe zit het met de uitvoering om te bereiken wat we willen? En wat ik heel erg merk, is dat we dit vooral heel erg moeten stimuleren, maar dat we ook heel erg aan het teruggrijpen zijn naar straffen.
En waarom? Kijk, want als je kijkt nu naar nota's, onze ambtenaar had het er net niet over, maar een van de dingen die ik zie, die uit de stukken nu van het ministerie komen, laten we vooral minder mobiel worden. Hè, laten we met z'n allen thuis gaan werken. Maar als er nou iets is wat die Nederlander niet wil, is de hele dag thuis gaan zitten. Je zag het ook na COVID. We gaan allemaal weer vliegen. We willen allemaal weer op pad. Die mobiliteit is een oerinstinct. Dus alsjeblieft, best ministerie, kom niet met de straf naar Nederland toe dat we minder mobiel moeten zijn. Of het tweede wat ik in die stukken lees, is dat we binnen de kortste keren de BPM, hè, dus zeg maar aanschafbelasting, willen gaan verdubbelen op benzineauto's, dieselauto's. Niet elektrisch natuurlijk. Verdubbelen van de BPM. Straffen, veel duurder maken. Als we dit gaan doen, dus op deze manier aan het werk gaan, met zwaar straffen in de komende jaren om onze doelen te bereiken, dan wordt er binnenkort een nieuwe partij opgericht en die heet ook BPM. Maar dat staat dan voor Burgerpartij Mobiliteit. En dat is toch wat we niet willen. Dus wat heel erg belangrijk hierin is, is dat we niet voor dat straffen kiezen, maar dat we voor het stimuleren kiezen. Dat we kiezen voor aanschafsubsidies, dat we kiezen voor een brede mix van brandstoffen, je moet eigenlijk geen brandstoffen meer noemen, fuels noemen, dat we die breedte kiezen, dat we die infrastructuur nu echt gaan versnellen om dat neer te zetten, over de breedte, en dat we die energietransitie versneld nu gaan neerzetten. En dat gestimuleerd met die innovatie, want Nederland is van nature een innovatief land. En laten we dat nou gaan doen, dat vooral stimuleren. Hè, zoals ik al zei, het is zo moeilijk om een grote transformatie, want hebben we het hier over. Dit is gewoon een systeemsprong in ons systeem. Zoals van mijn grootvader, hè, dat is dus vanaf 125 jaar geleden, naar mijn kleinzoon toe, hè, over 60 jaar, in zo'n periode van 180 jaar, maar je ziet het nu ook, kun je het mega goed veranderen. Dat kan gewoon, maar dat doen we wel door draagvlak te creëren in ons land. Draagvlak bij de burgers en draagvlak bij de bedrijven. Als je dat niet doet, als het steeds nu op dit moment nog steeds maar 25% zegt ik wil een elektrische auto kopen, dat is veel te laag. Waarom is dat getal nog niet 70%? Het is alleen met intentie, hè? Dus wie doet het dan werkelijk? En dat is zo belangrijk, die duidelijkheid van het beleid, dat zien we dus ook terug uit de industrie, ook in het MKB met name, beste overheid, wees duidelijk. Wat wil je? Dan kunnen we ons beleid daarop aanpassen. Dat is gewoon, dat is helemaal geen. Wie is er tegen schone energie? Wie is er tegen schone mobiliteit? Het is krankzinnig als je daarop tegen bent. Alleen het kost tijd en vooral dus een duidelijk beleid om dat goed neer te zetten. En als bijvoorbeeld de milieuzones. 10 jaar geleden was 80-90% van Nederland tegen milieuzones. Als je dat nu vraagt, is 80-90% voor. We zijn niet gek met z'n allen. We zien dat, maar het kost tijd om dat draagvlak te krijgen. En als we dat op de verkeerde manier doen, wat ik zei, ik gebruik net al, dan wordt die BPM opgericht. De Burgerpartij voor Mobiliteit. En dat willen we toch niet. Dus die communicatie van dat beleid is essentieel. En wat zag je bijvoorbeeld in Amsterdam. Hè, nou, die milieuzones, eigenlijk zijn een groot deel van Amsterdam prima. Niet meer die auto's in de stad, behalve hun eigen auto natuurlijk, maar voor de rest allemaal de stad uit. En toen riep opeens de burgemeester, we gaan binnen een paar jaar full electric bij iedereen kwijt. Het doet dat soort dingen dus niet. En kies wat ik al zei voor alle fuels, of het nou batterij is of waterstof. Want we weten op dit moment vaak niet precies welke technologie het nou gaat winnen. Sterker nog, een van de sprekers zei het net, we weten eigenlijk nog niet precies soms wat voor technologie er nog op ons afkomt. Dus daar moeten we heel ruim in denken. Of nou biobrandstof zijn, herbruikbaar. En ook laten we die hybride auto nou niet direct wegdoen. Het is een prima stap. Zeker wat je nu ziet, dat het bereik groter wordt en dat je de steden gewoon, je kunt het zo schakelen, dat je in de steden gewoon schoon rijdt. Ik heb ook in januari in mijn rol als voorzitter van de rijvereniging, ik ben pas een paar maanden voorzitter, ook het laadpaalalarm afgegeven. Dat was vooral bedoeld voor trucks. Wat is er namelijk aan de hand? Ik zei het net al, bij DAF worden geen trucks besteld. Vanaf 2025, ik heb het aantal steden, ik geloof achter Jaap, wat is het? Jaap is mijn man die dit allemaal, Jaap er nog van de Rijvereniging. Hoeveel? 40. Het zijn 40 steden
Hij is de man die dit allemaal bedenkt. Dat is de PR en de marketing en alles van Rai Vereniging. Er zijn 40 zero-emission zones worden er afgekondigd in de steden. Dat is vanaf 2025, en dat is een overgangstijd van een paar jaar, mag je dus alleen nog goederenvervoer elektrisch doen. Hoeveel laadstations staan er om steden hier op dit moment voor vrachtauto's? Nul. Dus hoezo in 2025 op deze? Dus die industrie zegt, wij willen dolgraag, dus de productielijn, ongetwijfeld, ik gebruik DAF even als voorbeeld, dat ik toevallig vorige week was, die productielijn wordt voor een paar maanden geopend, nul bestellingen, zeg ik even afgerond. Als je verder kijkt naar de laadpalen, dan kunnen we dat tempo denk ik wel aan. Elke 10 minuten moet er in Nederland een laadpaal bij. Ik denk dat we dat gewoon kunnen. Als je ziet dit tempo we dat nu doen, lukt dat wel. Jammer als er geen stroom uitkomt. Want dat is als je nu in Amsterdam bent en je bijvoorbeeld bij het GVB daar, willen ze naar elektrische veerboten toe. Die worden bij Damen, kun je ze maken. Ik zag ze ook liggen. Bij een andere rol was ik daar toevallig. En ik zei, god, daar liggen die elektrische veerboten. Maar die gingen naar Dordrecht en naar Rotterdam, naar jouw stad dus. Maar niet naar Amsterdam. Als je daar op die veerboot later bij het Eider, bij het station, dat is wel sneu voor die burgers die hier wonen. Alles staat op zwart. Er is geen stroom. En als ik met mijn vrienden praat die met de transitie bezig zijn, lopen we dus op een megaprobleem af om die stroom snel genoeg Nederland in te krijgen, omdat de vraag zo snel toeneemt. Ik ben overigens helemaal geen pessimist op dit gebied. Alleen als we dit in dit tempo willen doen en het lukt niet, raak je die burger weer kwijt. Daar gaat het om. Dus de aansluiting tussen het beleid en uitvoering, dat gaat niet goed. En we moeten daar realistischer in zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons blijven focussen op die betaalbaarheid. Ik weet niet of het u herinnert, maar hoe heette onze eerste dame, Presusa? Daar stond betaalbaarheid op de eerste sheet niet bij. Ze riep het later wel erg, frommelde ze nog een stukje in haar verhaal. Maar dat staat er eigenlijk niet. En dat is niet goed. Het kan toch niet waar zijn dat we teruggaan naar een tijd dat de elite in die auto zit. Omdat de rest het niet kan betalen. Zoek het maar uit. Ik overdrijf een beetje, dat realiseer ik me wel. Maar laten we ervoor zorgen dat iedereen in het land mobiel kan blijven. Dat iedereen van A naar B kan. Op een schone manier. Op een veilige manier. En soms in de file. Nou, en dan zijn er ook oplossingen als betalen naar gebruik. En dat vind ik mooi. Dat vindt 80% van Nederland ook mooi. Moeten we wel voor zorgen dat we dat op een eerlijke manier ook doen. Dat kun je eventueel wel met een CO2-heffing doen. Maar ik hoor de geluiden alweer over spitsheffingen, noem maar op. Niet doen. Hergebruik. Je kunt ook heel veel doen om het park te verlengen door ook heel goede materialen die we nu hebben. Het Nederlandse Wagenpark, ik weet niet of u het realiseert, is wel dit getal is 2 jaar geleden. Misschien de ANWB als een recente getal hebben hier. Is 11,6 jaar oud. 2 jaar geleden. Een van de oudste wagenparken van Nederland. Europa. De Italianen hebben een jonger park, ik zeg altijd maar, Albanië, die verslaat ons nog. Die zijn nog ouder. Nog betere monteurs. Maar dat hergebruik, dus ook van ons bestaande park, is goed. Overigens, doordat we die BPM zo duur maken, zie je dat er veel te weinig nieuwe auto's besteld worden. En we hebben veel meer van die nieuwe elektrische auto's nodig. Want een van jullie zei het al, 12.000 euro, daar zouden we eigenlijk heen moeten voor een elektrische auto. Laat nou 10.000 euro ongeveer het bedrag zijn wat de gemiddelde Nederlander wil uitgeven om van de ene auto naar de andere te springen. En daar zitten we dan dus redelijk tegenaan. Kijk, want bij voorkeur kopen we natuurlijk ook geen nieuwe auto's, want de kop moet eraf natuurlijk. Hè. Dat is ook wel Nederland natuurlijk. Die eisen die we er eigenlijk aan stellen in 2030. Hè, dat is even vooral, ik blijf dat toch even benadrukken vanuit die energietransitie. Als we dat gewoon, en ik geloof er heel erg in dat het vanuit die vrachtauto's en bestelauto's dus nodig is. Om het idee te geven, de stroomvraag die in 2030 nodig is voor het aantal bestel- en vrachtauto's wat we dan nodig hebben, zijn zo'n 5.000 tot 10.000 trucks en hetzelfde 10.000 bestelauto's. Datzelfde voor het stroom als 1 miljoen huishoudens gebruiken. Als je kijkt naar 2050, de totale mobiliteit kost dan dezelfde hoeveelheid stroom als 4,5 miljoen huishoudens. En jij zei het al zo mooi, als je ziet wat die industrie, ik zal zo stoppen, met een kwartier zit op, zie ik, is dat die industrie heeft natuurlijk daarnaast ook die enorme hoeveelheid stroom nodig.
Als je dan vandaag de dag kijkt, toch even over die vrachtauto's. Ik weet dat het vooral over personenauto's moet gaan, maar ja, er is nog meer mobiliteit. Dan hebben we zo'n 160.000 vrachtauto's in Nederland op dit moment. Daarvan zijn er 340 e-trucks, waarvan 28 op waterstof rijden. Dat is 1/4%. Dus wat we roepen en waar we daadwerkelijk zijn, daar zit een groot verschil tussen. En zoals u aan me merkt, maak ik me daar zorgen over. Niet zozeer dat we het niet kunnen bereiken, het zal een ietsje later worden. Maar vooral, het is niet duidelijk voor de bedrijven wat we willen als land. Dat moeten we privaat-publiek oplossen, dat is niet alleen de overheid, gezamenlijk. En dat moeten de bedrijven beter snappen en dat moet het publiek beter snappen. Ik ga afsluiten toch echt met een oproep. Dat stimuleren van die elektrische, of het nou batterij is, of dat we waterstof nu in een verbrandingsmotor kunnen stoppen, komt er nog wel een klein beetje CO2 uit, maar het is toch mooi. Stimuleer dat nou, overheid. Stimuleer dat. Als we als land dit belangrijk vinden, en dat vinden we, doe dat. Kies voor alle vormen van fuel. Ga in de breedte. Ga extra versnellen, en niet alleen voor personenauto's, het gaat over totale goederen, personenvervoer, pakketjesvervoer. Ga die infrastructuur versnellen, die aanleg daarvan. Zorg dan, als we daarin versnellen in die infrastructuur, dat die elektriciteit er dan ook is. Dat is dan ook wel heel erg belangrijk. Maar vooral, houd het betaalbaar voor iedereen. Zowel voor de bedrijven in Nederland als voor de particulier. En denk als laatste punt. En dat gaat, ik zag het net, als ik er al erg trots op kunnen zijn, van onze studenten die er net stonden. En stimuleer die innovatie. Stimuleer die innovatie. Daar moet het van hebben. Die technologische vernieuwing gaat ervoor zorgen dat dit allemaal gaat lukken. Dat wou ik graag met u delen. Dank u wel. Frits, dank u wel. Ja, mooie oproep. Jammer dat ze weg is, maar haar beleidsmedewerker zit al wel, Sibold. Ik neem aan dat dit gewoon doorgebriefd gaat worden, dit vlammend betoog. Mooi, maar wat doen jullie effectief als rijvereniging richting de overheid? Die heb je even. Nee, maar op alle fronten natuurlijk. Want of het nou, kijk, aan de ene kant of het nou om de fietsindustrie gaat, maar ook zeker aan de personenautokant is er echt wel heel veel contact met het ministerie. Dat gaat echt heel erg goed. Mm-hmm. Maar daarmee zeg ik nog niet, en daarom is je oproep zo belangrijk, dat het gaat zoals ik denk dat het moet gaan. Maar het is niet zo dat in Nederland dat gescheiden werelden zijn. Er wordt veel, ook de trucksjongens die praten, en die komen ook ministers langs, komen ook veel ministers langs in Rosmalen. Waar natuurlijk veel van onze maakindustrie zit op automobiliteit. Ik moet er over 2 weken ook weer zijn, komt ook een Duitse minister langs. Ministers genoeg. Dus de combinatie maken van die bereikbaarheid. Voorbeelden buiten mobiliteit ook, waar het gewoon fout gaat, doordat we niet goed nadenken over hoe we het gaan doen. En vooral ook hoe, dat moet gewoon beter gecommuniceerd worden. Volgens mij moet je dan ook heel erg samenwerken, want dat is het andere verhaal. Hè? Ja. Er komt nu een IBO, dat hebben we gelezen, 700 pagina's, 70 punten om het echt de automobilist totaal zuur te maken. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja. Beleidsmakers worden helemaal gek, want die moeten weer nieuw beleid gaan maken. Het is een zeer politiek gedreven discussie. In hoeverre werken jullie in Europees verband nou als RAI-vereniging om te zorgen dat je dit tackelt? Want dat is volgens mij de enige weg, is zorgen dat je depolitiseert en daar je punt maakt. Ja, nou, wat je ziet is, en dat maakt de RAI-vereniging vrij uniek, dat we dus een verzameling hebben, of het nou fietsen zijn, of auto's, vrachtauto's, ze zitten allemaal in één vereniging. In Europa zit dat allemaal in aparte Europese koepels. Dus bij Jaap, hoeveel koepels zijn we aangesloten? Hoeveel? 9. We zitten dus aangesloten bij 9 Europese koepels om dit voor elkaar te krijgen. Dat is een merkwaar. Ja, 9 koepels, dat is meer koffie dan een mens kan hebben. Ja, dus dat is jammer. Want ik vind de kracht, zoals we het in Nederland doen, dat we dat dus bij elkaar hebben. Maar het kan niet anders, want in Europees verband moeten we er dus van de toeleveranciers tot de auto-industrie, tot de fietsclubs, staat allemaal apart. Dus tot aan de automobielclubs. Want in hoeverre, hoe sta jij tegenover een stem van KNAK AWB in het bereiken van de juiste doelen? Nou ja, want wij kijken naar de consument, hè, dat consumentenbelang. Zeker. Net wat jij ook zegt. Ik schijn daar ook een paar jaar mee bezig geweest te zijn. Maar dat is natuurlijk cruciaal. Sterker nog, als er een organisatie is die juist veel invloed op de ministeries heeft, want voor alle duidelijkheid, de KNAK heeft een paar leden, maar de AWB heeft natuurlijk 5 miljoen. Dus ik weet uit mijn tijd dat ik hoofddirecteur was, wel als je bij, ik heb meegemaakt, zat ik bij Wiebes, en dat was Ferry, die heeft me, was Ferry.
Ja, Ferry, dat was mijn allereerste bijeenkomst met staatssecretaris Wiebes. Ging over autobelastingen. En jij had me gebriefd. En toen was het slechtste voorstel wat hij kon doen, was de MRB verhogen, hè, de motorrijtuigenbelasting. Daar kwam hij mee. Toen had jij tegen mij gezegd, dan moet je tegen hem zeggen dat we een ledenpeiling gaan doen. En toen zag je die Wiebes denken, ledenpeiling, voor mijn neus, voorstel 5 miljoen man. Voorstel was weg. Dus, maar dat gaat ons met de RAI-vereniging niet lukken, voor alle duidelijkheid. Dus, dat is toch wel de kracht van de ANWB. En wanneer wordt die BPM opgericht? Ja, gaan wij samen doen, oké? Okay? Nee, maar ik maak me daar zorgen over. Dat is toch logisch. Ik bedoel, die BBB is natuurlijk is gewoon een proteststem uit de bevolking. Maar ik maak me zorgen, ik zie ook het MKB... dat die ook zoiets hebben van, het is zo, bij TLN bent, wees duidelijk wat je wil, overheid. Als jij wil dat we met veel meer met e-trucks gaan rijden, veel meer met e-bestelauto's gaan rijden, subsidieer ons dan. Regel het en stimuleer het. Precies. Dankjewel, Frits van Brugge. Ja, graag gedaan. Ja, en dan zijn we bijna aan het eind gekomen. We gaan... Wouter Kolff wil ik heel graag naar voren hebben. Wouter, zou jij deze middag voor ons willen afronden? Ja, we gaan zo nog even menti. Aan het eind van jouw verhaal gaan we mentimeteren. Wat dacht je wat? Ik ben benieuwd. Ja, beste mensen, wat een waanzinnig leuke middag hebben we met elkaar. En inspirerend geheel, erg afwisselend en... Wat mij betreft, ik heb in ieder geval geen moment verveeld en ik ga ervan uit dat het voor u ook geldt. Het officiële deel van ons symposium Energie en Automobiliteit zit er bijna op. Een symposium dat de bedoeling had om stil te staan bij een van de belangrijkste uitdagingen waarmee automobiliteit in de komende jaren wordt geconfronteerd. Energie in automobiliteit blijven steken is en blijft noodzakelijk. Het is immers nog steeds een van de meest gebruikte vervoersmiddelen. En het belang van de auto in het mobiliteitsscenario zal in de eerstvolgende decennia nog steeds aanzienlijk zijn. Maar ook in meer letterlijke zin is energie een thema met uitdagingen. En waar de verbrandingsmotor destijds een oplossing was voor een gekend milieuprobleem, is het nu door de massaliteit van deze aandrijving een behoorlijke belasting voor het milieu geworden. En het effect op het klimaat voorop. En wat kunnen en wat moeten we doen om de auto fit voor de toekomst te maken en te houden? Dat is denk ik de belangrijkste vraag. En vandaag heeft u veel inzichten voorgeschoteld gekregen over energiegebruik van de auto en de mogelijke keuzes die daarin gemaakt moeten worden. Een woord van dank van mijn kant namens het hele bestuur en medewerkers van de KNAK is daarom zeker op zijn plaats aan alle sprekers. En ik vraag u dat ook even met een applaus te bekronen. En voordat ik met u naar de borrel ga, nog even kort ingaan op de voor mij meest opvallende zaken die vandaag de revue gepasseerd hebben. Duidelijk is dat de rol van de verbrandingsmotor nog niet is uitgespeeld. Misschien niet in nieuwe voertuigen, maar mondiaal gezien rijden er de komende decennia nog miljarden van deze voertuigen rond. En dat besef nodigt uit tot nadenken over de manier waarop we die enorme aantallen voertuigen van milieuvriendelijker brandstof kunnen voorzien. Alleen dat perspectief loont, daarom de moeite om het onderzoek naar de technische mogelijkheden en de betaalbaarheid van e-fuels te intensiveren. En alhoewel er relatief weinig met ons rollend erfgoed wordt gereden, kan het er ook toe bijdragen dat we tot in lengte van jaren daarvan kunnen genieten. En dames en heren, dat de jeugd de toekomst heeft, dat werd vandaag nog maar eens weer heel mooi duidelijk gemaakt door de studenten van de TU Eindhoven. Het is prachtig om te zien met hoeveel passie zij werken aan de techniek van de toekomst en dat zomaar een jaar van hun studie voor op willen geven. Ik heb zeer geboeid geluisterd naar jullie presentatie en ben ervan overtuigd dat deze mensen in de toekomst een heel belangrijke bijdrage gaan leveren aan het verduurzamen van mobiliteit. Ik kreeg er in ieder geval veel energie van en zeker ook omdat het met het oog gaat op het gebruik en het gebruiksgemak. Ik was ook toch wel aangenaam verrast door de realistische presentatie van mevrouw Werter van het ministerie van INW. Het is goed te horen dat de uitdagingen die ons in de mobiliteitssector bezighouden ook scherp en in de volle breedte op het netvlies staan van het departement.
het is ook goed om het gesprek met elkaar te blijven voeren en daarbij de wensen en mogelijkheden van de gebruiker als de belangrijk ingrediënt voor de discussie mee te nemen. En de KNAK biedt graag aan om als vertegenwoordiger van de automobilist haar kennis en ervaring in te brengen. En het is wat mij betreft ook een van de vier thema's zoals we die ook op de banners achter me zien. We zijn de club van en voor autoliefhebbers. We staan voor belangenbehartiging. We organiseren mooie evenementen. En we doen natuurlijk aan verzekeringen en pechhulp. Ook in het kader van die belangenbehartiging ontzettend belangrijk om dat mobiel erfgoed goed onder de aandacht te blijven vestigen. Maar ook juist de brandstoffen van de toekomst, het waterstofverhaal ook goed onder de aandacht te blijven brengen. Ik vind dat dat nog wel wat ontbreekt in de presentatie van het ministerie. En juist die mix van in het systeem en de systemen die naast elkaar blijven bestaan te blijven onderzoeken. De forumdiscussie vond ik buitengewoon plezierig om te zien. Het is precies zoals we het voor ogen hadden. Vier experts die met elkaar ook echt het debat aangingen. Het leerde me dat er toch wel wat consensus is over de manier waarop we de technologie inzetten, maar dat er toch ook wel wat scherpte in de discussie werd opgezocht. Ik ben erg blij dat op sommige punten zelfs de heren Steinbrug en Van Wijk elkaar hebben weten te vinden hier op het podium. Dus veel dank daarvoor. Maar om die ambitieuze klimaatdoelen te halen, zullen we moeten blijven inzetten op alle mogelijkheden die ertoe bijdragen om die doelen ook te realiseren. En overigens viel me wel op dat geen van de heren in het panel een oude, klassieke, historische auto bezit. De term oldtimer viel vaak. Ik weet dat Evert Lauwman zich daar kapot aan ergert. Ik overigens ook. De term oldtimer kan echt niet meer. We hebben het over een klassieker, over historisch erfgoed, historische automobielen. En mocht u daar toch interesse in hebben, en ik meen dat al te hebben begrepen, ga langs bij de dagpresentator van vandaag, bij Bas van Werven. Die heeft er een aardig setje staan. Ook de bijdrage van Frits namens de RAI-vereniging draagt ertoe bij, wat mij betreft, dat het beeld van de technologische mogelijkheden steeds completer wordt. Je hebt eigenlijk in een kwartier tijd alles wat hierover te zeggen is samengevat. Heel veel dank daarvoor. Ook voor het doorkijkje naar 2083. Over die milieuzones overigens moeten we het nog maar eens hebben, want je weet hoe de KNAK daar tegenover staat. Maar jouw grote focus op hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dit uitvoeren, dat is wat mij betreft een heel terecht punt waar we graag ook een bijdrage aan leveren. Concluderend, dames en heren, durf ik wel te stellen dat er nog voldoende energie in automobiliteit steekt. Maar er is ook nog heel veel energie nodig om de mogelijkheden en de kansen te pakken en uit te werken. En dat vraagt een behoorlijke inspanning van alle betrokken partijen. En de passie en de betrokkenheid waarmee er vanmiddag over dit thema is gesproken, geeft wat mij betreft veel vertrouwen voor de toekomst. Het bieden van handelingsperspectief, met name ook voor de gebruiker, voor de consument, is van groot belang. Daar kijken wij naar. En want als we ernaar streven dat de consument de gewenste keuzes gaat maken, dan moeten we die consument ook zo gemakkelijk mogelijk maken. Tot slot nog veel dank richting een aantal mensen die deze middag mogelijk hebben gemaakt. Nogmaals, Lauwman voor de geweldige gastvrijheid. Ook Ferry Smit, die met zijn kennis en netwerk een geweldige bijdrage heeft geleverd. Ook Jan Roos, die altijd weer de powerpoints voor ons in elkaar zet. En zelfs ook tijdens de presentatie, dat is u wellicht opgevallen, nog aanpast als er een heel kleine oneffenheid in zit. Geweldig dat dat live kon. Natuurlijk ook de mensen van Event Services, in het bijzonder Francine Delissen. Bas van Werven, die weer het podium betreedt. Bas, ontzettend veel dank voor jouw dagvoorzitterschap. Echt een vriend van de KNAK, dus voor eens en voor altijd. We hebben het ook even vandaag gehad over het elektrificeren van klassieke automobielen. Met name de E-Type kwam even aan de orde. Als we naar, we weten zeker hoe de KNAK daarin staat. Daar vinden we namelijk wel wat van. Dat zou wat ons betreft niet moeten gebeuren. Ik weet dat jij sinds kort ook de eigenaar bent van een prachtig E-Type die hier voor de deur staat. Je noemt hem zelf bruin. Ik zou zelf willen zeggen dat het een mooie combinatie is van bruin en cognac. Of misschien champagnekleur. Het is een ongelooflijk mooie auto. Ik ben wel benieuwd waar die I eigenlijk voor staat, van E-Type. Zou dat toch gevolgd eigenlijk naar de C en de D? Ja, nee, dat snap ik. De I. Het doet niets met elektrisch. Het doet je toch vermoeden dat er iets met elektrisch. Maar goed, laten we dat
Wat mij betreft blijft hij lekker zoals hij is, origineel. En tot slot, last but not least, wil ik heel graag grote dank toezeggen aan de mensen van ons kantoor van de KNAK. De KNAK kantoormedewerkers die dit geweldige symposium toch maar weer even hebben neergezet onder aanvoering van onze onvolprezen directeur Peter Staal. Heel veel dank aan jullie allemaal. Dames en heren, ik geef nog één keer het woord aan Bas, ja, en dan gaan we naar de bitterballen. Nou, wacht eventjes, Wouter. We gaan samen nog even aan het werk. Oh ja, heel even. Pak die telefoon, want we gaan nog één keer met die meter. Stelling 2 en stelling 3, die zouden we nog even meepakken. De eerste ging uiteraard over wat voor auto denkt u over 10 jaar te rijden. En we willen weten, heeft dat deze middag uw visie op dat verhaal veranderd, doorkruist? Of bent u in totale vertwijfeling straks achtergelaten en gaat u uw verdriet verdrinken op de borrel? Wat u niet moet doen, want u moet nog rijden over het algemeen. Dus, als u er klaar voor bent. Ja hoor, ik denk dat we 35, 39. Nou, wat voor auto denkt u over 10 jaar te rijden? Zakelijk, niet voor uw plezier. Komt u maar. Is dat A, de auto met verbrandingsmotor. De auto met batterij-elektrische aandrijving op 2. Op 3, auto met waterstof-elektrische aandrijving. Of 4, de plug-in hybrid. Over 10 jaar, hè? Nou, en ik denk dat heel duidelijk hier in Beeldhuis opklinkt. Die verbrandingsmotor zakt toch een beetje weg. Dat de verbrandingsmotor wegzakt en dat meneer Steinboeg straks wat uit te leggen heeft bij de borrel. Maar die betaalt de ballen, dat heb ik al begrepen. Dat is want we zien het, hè? 40 auto met echt significant meer, Wouter. Zie je dat? Ik zie het, ja. Ja. Nou, toch maar die E-Type verbouwen dan. Nee, nou, dit gaat over de zakelijke auto's, niet zakelijke voor plezier. Niet voor plezier. Ja. Inderdaad, heel fijn, dankjewel. Overigens zou ik iedereen toch willen aanraden ook een zakelijke auto met enig plezier te bereiden. Dat is waar. We gaan naar de volgende stelling. Op basis waarvan maakt u de keuze voor een andere auto? Ook weer zakelijk, niet voor het plezier. Is dat 1, de financiële keuze, 2, milieu, klimaat of 3, gebruiksgemak? Daar zijn de KNAK-leden toch wel consistent in, hoor. En ik denk dat heel Nederland daar consistent in is. Als we het verhaal van Frits van Brugge mogen geloven, nog even wegen. Gebruiksgemak is uiteindelijk absoluut belangrijk. De financiële stimuli zijn goed, maar als we er niet aan willen, omdat het niet makkelijk is, dan doen we het niet. Zo zijn mensen. En die 1 uur 6 minuten, die moeten we wel plezierig doorbrengen. En die moet je op een makkelijke manier kunnen tanken. Nou, Wouter, we zijn op de goede weg. Zeker. Dat denk ik wel. Ik zou zeggen, na de frituur. Absoluut. Nee, nog niet. Oh. Nee, want allereerst, we hebben onszelf en zijn gefeliciteerd met 125 jaar. Maar heel even nog, in het kader van die 125 jaar bestaan van de KNAK, we gaan nog veel meer moois doen. Dat is goed. Omdat zeg jij nog eens wat. Ja, we hebben natuurlijk sowieso altijd door het jaar heen al geweldige evenementen die onder andere door dezelfde mensen die ik net roemde ook worden georganiseerd. Hè. Fantastische ritten en andere evenementen, cars en koffie, natuurlijk de jaarvergadering. Die hebben we altijd, die blijven we ook dit jaar doen. Extra mooi zou ik zeggen, ook na coronatijd. We hebben dit jaar een aantal extra evenementen. Dit was het eerste evenement, het symposium, echt een inhoudelijk toekomstgericht thema. We gaan ook gewoon lekker rijden met onze klassiekers. Dat gaan wij onder andere doen op 1 september. Dan is er een prachtige rit, de Sterrit. En die eindigt op het Concours d'Elegance bij Paleis Soestdijk. Het Concours d'Elegance waar de KNAK ook hoofdsponsor van is. Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk een KNAK evenement, het hele Concours d'Elegance. Maar we eindigen daar de Sterrit en dat is een speciale dag op vrijdag voor KNAK-leden, ook in het kader van 125 jaar. En daar kunnen we onze auto parkeren? Daar kunnen we onze auto op een zeer prominente plek parkeren. Laten we zeggen een VIP-plek. En we hebben daarnaast dan ook nog eind oktober, begin november, vermoedelijk begin november, moeten we nog even precies naar kijken, een heel erg leuk jeugd-event om ook de toekomst aan de KNAK te binden. En dat willen we eigenlijk combineren met onze jaarlijkse ledenvergadering. Dat gaat overigens plaatsvinden op Circuitpark Zandvoort. Dus mensen, de jeugd, de Sterrit, zet het in de agenda. Ja, nou, zeg het maar, de ballen. Ja, de ballen liggen klaar. Ja, we hebben er zin in. Heel dank veel u wel, dames en heren. Heel veel dank aandacht, voor uw komst. Deelname. Veilige thuisreis. Vanaf 5 uur
gaan de slagbomen open. En dan hoeft u niet meer te betalen voor de parkeergarage. Ja, dat scheelt dat u 8 euro. Dank u wel. Dat scheelt u 8 euro. Meneer Lauwman, dank u wel. Ja, dat scheelt toch wel weer tijd. Betekent dat u tenminste 10 minuten ballen eten en daarna nog niet weg. Nee, gezelligheid. Dank u wel.